Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mediaraven en Garage Eddy van Montergem. Welkom bij Blue Out Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben Thibaut en ik zit hier opnieuw in Gent met Gogo, Emiel en Jentel. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Het is voor mezelf lang geleden, maar ja. Ik ben heel blij om terug te zijn. Welkom terug, Thibaut. Dankjewel. Ik heb het druk gehad met stage en zo, maar ik ben heel blij om terug te zijn om weer volledig in te vliegen met de BBB. Yes. Oké, Jentel, wat gaan we doen? We hebben twee nabeschouwingen tegen STVV en tegen Westerlo. We hebben een popular opinion, een dilemma. Ik heb actualiteit meegebracht. En we gaan voorbeschouwen op de match tegen en in Mechelen. Oké, okay, let's go. Man of the match tegen STVV was de eerste match. Ja. Jentel, zeg ik hier. Wil ik zeggen, ik weet echt niks meer van die match. Het dartje keken zeker. Nee. Wie weet er nog iets? Ja, nee. Ik heb wel de wat statistieken opgezocht en de samenvatting gekeken. Mm-hmm. En toen zijn zo een paar herinneringen teruggekomen. En ik heb, denk één man of the match. Ik heb nog een twee namen opgeschreven. Maar mijn eerste naam is Roef. Hij pakt de penalty in het begin. Ja. En hij doet eigenlijk nog, heb ik gezien in de samenvatting, eigenlijk nog veel reddingen. Dat is me zo tijdens de match niet opgevallen, maar uiteindelijk heeft hij wel nog veel en goede gedaan. En nu staat hij exact op 1 op 3 van gepakte penalties, hè? Van gemiddelde. Penalty reeks niet meegerekend. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat is nog zot. 1 op 3 in zijn carrière. Ja. Ja. Dat is echt gekke cijfers. Dat is gek, inderdaad. Ik weet niet of dat een keeper dat kan voorleggen, zo'n cijfers. Weinig. Nee. Maar het is niet dat de penalty zo ziek goed trapt was. Nu dan ja, niemand toch, ja. En ook wel nog een detailje daarover. Dat voor die match kreeg Koita de gouden krok uitgereikt. Ja. Vond ik wel... Allee, was wel tof, goed gedaan en zo. En dan, grappig daaraan is dat hij dan die penalty mist. Moet hij dat dan zo aan linken van... Ja, hij wordt hier bekroond vandaag voor zijn seizoen of zo. En dan miste hij die penalty. Hij was niet zo ziek hoe je trapt, maar ik denk dan altijd als spelers nu ook... Maar, naar de juiste hoek gaan. Maar als spelers nu ook tegenover Roef staan, denk ik ook wel echt dan ze al denken van... Oh, shit. Die weten ook wel. Hij heeft een reputatie van penalty stopper. Ja. Mm-hmm. Die weten ook wel van... Je moet echt wel goed trappen. En ik denk als met dat gedacht in je hoofd zit, dat gewoon iets stressvoller wordt of zo. Ja, dat klopt. Maar die scoren precies ook alleen maar bangers of zo. Koita. En die kan dan geen penalty trappen. Allee, ja. Dat is wel waar. Zo'n die scoort echt alleen maar topgoals. Ja. Maar ik weet nog, tijdens de match stond er zo... als er zo'n penalty getrapt gewoon zie je zo'n klein goalk met zo alle plekken waar die speler heeft getrapt. Mm-hmm. Zo. En die waren allemaal naar links. Dus ik dacht van, oké... Roef zal dan misschien ook weten, zal naar links duiken. Dus naar zijn rechts duiken. Ja. En die trapt naar rechts. En Roef duikt ook gewoon naar rechts. Dus naar zijn links. Ik dacht van... Damn, misschien wachtroef gewoon. Misschien weet ook niet wat hij specifiek doet. Ik denk dat hij ook gewoon studeert en dat hij misschien gewoon juist gaat gegokt hebben van hij gaat aan de kin aan een andere hoek trappen. Maar normaal gezien als spelers zo staan voor een rechter was het bij Koita, dan is het altijd makkelijker om te kruisen. Dus niet om de open hoek te pakken. En dat is altijd zo de gok van gaat hij hem kruisen of niet. En hij heeft weer goed gedaan. Er moet ergens iets zijn dat hij... ziet in die speler zijn ogen of zo, dan wat hij gaat trappen, ik weet het niet. Maar het is echt zot, 1 op 3. Dat is ongelooflijk. Ja, als je dan kijkt, Schmidt heeft er ook een paar tegen gehad eigenlijk. Ja. In de periode dat hij toch mogen keepen heeft. En... Dat er vaak niet ver van, maar zo ging wel binnen. Ja, maar onderhem, ik vond dat echt vreemd. Altijd zo onder hem. Ik denk dat hij dat 2 of 3 keer voor had, ook bij SCVV nog. Mm. Want, gelijk dat ik zei, ik zat op stage en dan was er ook een SCVV-supporter dat ik veel mee werkte. En die zei ook van, Schmidt, dat is altijd zo bij hem. Die gaat precies net te laat naar de grond of zo. Ja. Dat hij dat altijd eronder komt. Mm. En bij Sint-Truiden heeft hij ook al zo penalties binnengelaten. En ook bijna nooit ingepakt, zegt hij. Dat hij gewoon dat dan een dubbele meter is. En hier dat die tegen de grond is. Of wilt hij al strekken. Dan hebben ze als je 2 meter zet, hebben ze dat gat. Inderdaad, hier dat als je een arm strekt. Denk dat dat niet makkelijk is. Ja. En dat dat er zo lullig uitziet. Maar dat inderdaad dat zoiets is van fuck. Ja. En als je dan iets gekorter zit, hij komt onder zijn oksel vaak die een bal of zo. Mm-hmm. Als je dan Roef zet, is dat bijna uw norm. Hè? Ja. Ach ja. Dus Roef, uw man of the match. Ja. Emiel, zijn een keer. Ik probeer mij die match te herinneren. was het tweede goal van Mitrovic? Ja, klopt. Op de corner. Corner van Samoase. Ja. Het was eerst Tarik en dan Mitrovic. Tarik eerst op zo'n tweede bal of zo. Op een voorzet van Surdé, denk ik gewoon. Hè? Ja. In ieder geval.
Na zo'n actie van Brown. Ah ja, juist. Mokyo heeft gespeeld. Fuck. Ja, zijn eerste, eerste basisplaats. Ja. Mokyo man of the match? Of, Oh, goh. Maar ik vond hem niet slecht of zo, maar wel zo'n paar gebruikelijke beginnersfoutjes. Ja, wel, maar hij hoort er wel thuis van. Ja. Al ja, als ik zo denk ik over de hele match kijk, zo thuis in de Jupiler Pro League, denk ik wel. Ja, hij viel niet volledig uit de toon of zo. Nee, jawel, inderdaad. Maar hij is zo ene keer los naast een bal getrapt en een ene keer zijn man echt laten lopen. Dat denk ik, toen dat was naar Roeven een redding moest doen, maar voor de rest eigenlijk. Oh ja, hoe zijn job gedaan? Ik vond vooral in de eerste 20 minuten van de Kamal. Allee, hij stond een beetje op flanelle benen. De eerste 20 minuten was hij echt. Ik weet niet wat hij zenuwachtig was, maar hij werd echt aan die kant werd echt een paar keer overlopen. En die penalty kwam ook langs die kant, daar dat hij inhapte. Passing erover. En dan de Saar moest eigenlijk ingrijpen omdat hij daar weg was. Maar was het eigenlijk een penalty? Ik vond een zuiver penalty. Wel. Gewoon de manier waarop dat je daarin vliegt, is altijd penalty. Ja, maar volgens mij had hij hem zelf niet 100% mee. Dan ook. Als ik die beelden gekeken heb. Maar hij had de bal ook niet mee, wel, denk ik. Dat is veel te veel tijd gewoon op die positie. Ja, ik snap wel, bedoeld Gentel. Niet 100% mee. Want het was wel een serieus. Ik denk dat het gewoon licht was, dat hij hem wel lichtjes raakt. Misschien heel lichtjes, maar het was wel een serieus. En gelijk dat Coco zegt, met heel veel... Echte sliding dat hij inzet. Ja. Die hoek van... heeft dat toch soms nog net iets te veel, de Saar. Dit seizoen ook al een paar keer gehad. Allee, we hebben dat als team in het algemeen dit seizoen keiveel gehad. Zo, spelers die weglopen. Doek net wel de box in. Dus het was zo, ik heb hem of ik heb hem niet. En dat heeft hij gedaan. Hij had dat misschien niet moeten doen. Zo vroeg in de match. Maar kijk, met Roef kun je dat permitteren. De Saar had gedacht hebben. Ja, Roef staat in de hoogte. Oh, poeit, ik ga hem gewoon onderuit halen. Dat is allemaal pakken. Het is gewoon... 100 IQ, 500 IQ van de Saar. Saar zegt, ga ik je hokske doen. Dus wie is uw man of the match? Wel, de Saar zeggen is de cheat code, zodat we heel vaak zeggen in de dingen. Maar dat geldt nu niet bij dat, denk ik. Bij SVV, denk ik. Daar was hij niet fantastisch. Ja, vooral. Hij zou wel kunnen zeggen, denk ik. Maar om je te helpen, de tweede naam die ik heb opgeschreven was Watanabe. Ja. Op een gegeven moment dat hij zo de bal van de lijn had met zijn rug. Zo. Wie was er daar ook weg? Dat was ook weer een Mokyo die instapte. Dus het is toch een paar keer... Qua positiespel, hè, vooral. Ja, ik ga hier waarschijnlijk het hoongelach van alle handsporters op mij halen. Nee, maar ik vond hem een beetje zenuwachtig. Het zijn toch zijn eerste basisplaats, dus... Ja, hoe zou jij zijn op je 16 jaar? Uiteraard. Stel je voor dat je 16 bent, je zit in 4 of 5 middelbaar. En je gaat daar mee spelen. Hij is 16 geworden, dus ja, dat is het 4 middelbaar. Oké, ook met alles wat er aan de hand was met hem ook, denk ik ook dat een beetje misschien... Ja, zo transferprikkelen en al. De soap, laat ons maar zeggen. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook niet op 16-jarige leeftijd. Makkelijk om mee om te gaan. Ik denk dat ik dan wel gewoon wat daarbij ga zeggen. Als man of the match. Als we niet mogen herhalen. Oké, Gogo? Ja, ik had in eerste instantie ook sowieso Roef. Dat was de obvious one, omdat ik ook wel vond... Eigenlijk, ik kan niet zeggen dat we de overwinning gepiekt hebben of zo, maar we hebben wel veel ondergelegen, vond ik, in de match. Ja, toch wel. Dus ik heb ook gezien in de statistieken, ik ga een keer een paar voorlezen, gewoon expected goals, 2,84 voor Sint-Truiden, 1,82 voor Gent. Dus het feit dat we daar met 0-2 winnen, dat is wel zot. Toch gestoond. Ja, maar het is wel. Het voelt lang geleden dat we zo'n match hebben gewonnen, dat we zo onderlagen en toch nog zo... Ook van de accuraatheid van passen en zo was ook allemaal niet zo goed, heb ik gelezen. Het is een lange bal voorzet was allemaal een heel pak minder dan Sint-Truiden. Het is dan inderdaad, Louis, dat is echt dan een keeper en een verdediger. Mm-hmm. Ik ga toch dan die Soudali pakken. Yeah? Ik weet niet, ik vond hem wel annoying in die match voor de verdediging en heeft weer veel kansen. Heeft wel een paar goede dingen gedaan, De nek omgevrongen ook, maar het is wel de enige die zo... Dat is altijd. Maar hij scoort wel weer. Dus. Ja, die zo... Door zijn ambetante loopacties, door met één controle een man te willen passeren en zo, heeft hij wel een paar keer echt de verdediging van zijn trein pijn kunnen doen en een goal kunnen maken ook. Ook weer één tik waar dat hij Godot een fractie te laat was. En dan ik zie alleen die Soudali in de spits dat doen in de Pro League zo. Altijd zoeken naar met mijn controle een man uitschakelen en dan meestal niet schieten, nog een keer maar nu dit het perfect. Open draaien, knallen en hem gewoon binnenschuiven. En hij heeft er nog een paar acties gedaan. En Surdé was ook wel goed ingevallen, die match, vond ik. Maar ik ga het dan niet zo geven dan. Surdé is volgens mij niet ingevallen. Die stond basis. Nee, dat is de Majernais, hij is daar. Ah nee, toch was het de basis. Het is omgekeerd. Het was trouwens zijn eerste basisplek ook. Mokyo en Surdé die allebei basisplekken hadden. Vond dat niet slecht, Surdé. Inderdaad, ik ging hem eigenlijk zeggen.
Of Brown. Ik vond Brown ook nog deftig. Ja, ik was ook aan het denken aan Brown. Een paar goede acties. Inderdaad, en bij die goal, de eerste goal van Tussendali, had hij ook een schone actie. Wel een beetje chance, maar ja. Ik vond hem wel leuke acties maken. Brown? Ja, Brown. Mm. Dus die ook wel, maar ja, ik vond Brown iets overtuigender of zo. Ik vind dat Brown eindelijk wat andere acties probeert gelijk. In eerste seizoen zelf was hij supergoed, maar nu heeft iedereen ook zo'n beetje door. Hij ging altijd naar buiten, hè? Ja, nu gaat hij ook meer naar binnen. Een oldschool linksbak, gelijk dat denk ik van de vorige aflevering. Je zegt gewoon de bal voor hem duwen en gewoon ketten. Loopen. En hopen en weten dat hij sneller is dan zijn rechtstreekse man. En nu probeert hij vaak, het enige wat je ziet is dat hij duidelijk linksvoetig is. Hij heeft echt geen rechtsen. En hij probeert die actie wel zo naar binnen te doen, maar dan moet hij toch met zijn linkse zo rond de man dribbelen om dan naar binnen te kunnen gaan. Maar dat doet hij wel iets meer, zo die underlap. En daarvoor heeft hij alleen maar overlaps en rondlopen. Dus hij begint wel te adden aan zijn game. Ja. Dus ook zijn voorzetten zijn veel beter. Ja, dat is al een ganse seizoen. Ja. Dus voor mij momenteel de eerste linksbak die we hem binnenhaalt, die echt een waardige vervanger is voor Azari zelf, vind ik. Of ik weet niet wat er daartussen nog gekomen is. Misschien Mohamed, die was nog wel decent, maar die voorzet Toch niks. Ja. Maar Fouquet is rechts. En met Brown had echt het gevoel van... Of dat hij nu weet wat er volk in de box of niet. Hij smijt iedere keer. En dan vind ik wel lekker dat hij er gewoon 15 op de match trapt. Oké, zijn er dan 7 slecht bij. Maar het zijn er wel 8. Maar dat is bij... Ja, allee, Nurio trapte er 3 en ze waren al 3 slecht. Snap je? Dat is een goed punt. Dus maar Brown ook echt zo strakke voorzetten. Soms zelfs te hard voor spelers onderaan te geraken. Zo net iets te laag ook. Ja, maar... Dat zo, als er zo echt een bos van spelers wat hij eigenlijk hoog dat zo een grote man kan koppen... We hebben geen koppers, hè. Enkel Omri. Gunnel Goat. Maar die komt nog genoeg in de 16 om de 20 keer ook mee te pingen. Mm-hmm. Ja. Ik was op, hij heeft niet gescoord in Sint-Truiden. Nee, hij was, echt teleurgesteld. Al ben ik klaar dat hij een keer in de match niet scoort. Ik had ze op Twitter gezet. Hoeveel goals ga Omri dan allemaal vanavond maken? En dan scoort hij zo niet. Ja. Typisch. De teleurstelling van de avond. Ik kan allemaal niet gescoord, zeg. Ja. Ik vond hem niet zo goed, eigenlijk, die match. Hij was niet zo goed. Ja, klopt. Want waren er veel niet goed. Daarom, ik vond geen enkele echt super overtuigend. Daarom dat Brown zei ook. Ah, wel, zijn trein nat ons op dat middenveld. Hè. Ja. Met die Delorge en die Steukers die er iedere keer zo van de buitenkant naar binnen. Eigenlijk die twee dan die elkaar vinden, die heeft ons echt een paar keer serieus spijt aan Steukers. Ja. En eigenlijk, ik weet dat zelf niet, hij heeft 2 keer zo'n bal. Ja, ik kwam veel van die kanten van Mokyo Steukers daar ingesneden. En heeft 1 keer ook een serieuze kans gehad een achteruit proberen leggen of nog op proef getrapt. En ook die rebound van die penalty eigenlijk. Dat was ook Steukers en die trapt hij nog zo bovenkant plat. Ja, maar die het had zo, het was zo, hij raakt hem verkeerd, ze stuitert boven, zo over de hoogte. Hij raakt hem aan de onderkant van zijn schoen, maar als die hem gewoon 2 centimeter omhoog met zijn schoen mee heeft, dan is dat altijd prijs eigenlijk. Daar komt eigenlijk die XG vandaan, van die penalty. Nee. Ja, eigenlijk misschien wel. Er zijn zoveel kansen. Hoeveel zit dat zijn? 75, 0,75? Ja, zoiets, bijna zelf meer, maar inderdaad, sowieso. En dan die kans er nog na ook. Het zou sowieso 1 geweest zijn, die ene fase. Maar Mokyo, wat doe je daarmee? Nog meer opstellen? Deze play-off 2? Of? Ik zou het wel doen. Als hij het echt heeft. Maar pak die match nu die opkomt tegen Mechelen. Als we die winnen. Ja, dan dan zijn we zeker, hè? Ja, dan zijn we zeker. Dan hebben we 3 matchen dat wij een beetje kunnen... Experimenteren. Ja. Ik wel misschien niet te veel experimenteren, want we moeten wel klaar zijn voor sowieso. Maar hij had gezegd, Mokjes ook zeker wel alleen minuten geven. Ja, maar nog niet tegen Mechelen dan? Nee. Als we, hangt ervan af. Alsof die er allemaal basispaats niet. Als we zeker zijn van play-off 2 winst, zou ik hem wel veel smijten. Ja, zeker, die laatste 2, misschien 3 matchen zo. Het was nu ook, ik denk op STVV misten we Jordan door blessure en dan schorsing. Omgekeerd, voilà. Maar ik ben toch. Om straks over hem toch blij dat Kandus aan de volgende match ook weer op de bank zat. Dus hoe minder dat Kandus speelt, hoe beter voor mij. Dus zet Mokyo maar. Ja, ik had gezien op Twitter dat hij hem had gezet als flop of the season. Hè? Als je daar in retrospect terugkijkt, die periode net voor de play-off, moet je het zeggen, de play-off race, dat we het net gemist hebben, zijn er een paar matchen geweest. Hij moet dan een keer achter elkaar zetten, dat er een paar flagrante fouten zijn. En dat was vaak Kandus. Ook al stond hij een paar keer met een paar onervaren mannen in de verdediging, dan zouden we toch van hem moeten verwachten. Ik heb het dan over die handsbal op Brugge. En ik pijs dan een heel cruciale match, dat we eigenlijk ook voorkomen. Ik weet niet meer hoe het dat was. De eerste match van dit jaar, het kalenderjaar, tegen KV Mechelen thuis, dat hij daar ook die penalty zotte... echt die zotte bal dat hij dan volledig naast schiet. Echt gewoon een blunder, inderdaad.
zodat die van Mechelen dan gewoon... Of wat tegen Antwerpen. Tegen Antwerpen speelden we ziek goed. We komen voor en dan ineens pakken Kanduus ook weer op de rand van de 16, loopt hij eruit en dan leidt hem neer. Dat ik echt best mooitje. Niet de mensen, maar echt gewoon Grieks-Romeins aan worstelen, maar voetbal, ik weet niet zo. Ja, ik vind hem ook wel de mensen van die drie die dan altijd spelen, Jordan, Watanabe, Kanduus. Maar op zich is het ook niet zo enorm slecht of zo. Ja, meestal doet hij wel zijn werk of zo, niet uitmuntend goed of zo. En ja, hij heeft dan al een keer een misterkje zat van zijn. Maar... ja, ik weet niet. Het is nu niet dat dat zo'n putser is of zo. Zou je dan liever Mitrovic zetten, Google? Ja, ik wou altijd. Alleen het enige dat ik met Mitro heb, is waanzinnig traag. Kan dus ook, maar ik had een keer een dilemmaatje in mijn hoofd. Is als je 200 meter spurt hebt, kan dus Gandelman en Mitrovic. Wie bent er? Dan nog Gandelman, denk ik. Gandelman, denk ik nog, ja. Joost, dus denk. En doet er Sven Kums bij. Ik denk dat Gandelman dan nog wint. Ik denk dat hij wel nog zo wat... vals traag is of zo. Ja. En dat hij wel op gang moet komen, dat is een beetje diesel zo. Ja, ja. En misschien niet zoveel acceleratie, maar een keer dat hij op gang is, dan gaat hij wel wat, denk ik. Ik zou wel Mitro zetten, ik. Gewoon ook ervaring, toch wel dat leiderschap. Die laatste twee matchen doet hij mij ook wel serieus mee. Ja. Had hij misschien ook wel nog een man op de match kunnen geven. Hij was zo blij als een kind met zijn goal, dat vond ik wel heerlijk. Dat is wel mooi. Inderdaad. Fantasy geweest heeft hij het meest punten. Een clean sheet en een goal. Oh, ja, dat is als verdediger. Ja, goed, tegen... wat was het nu weer? Westerlo. De hate game. Nou, nog minder dan een minuut kwam al op achterstand. Hij dacht, nee toch. Ja. We gaan hier niet verliezen, hè, maat. Ja, inderdaad, het was een beetje... tegen dat scheidploegskast. Ja, dat toch een beetje cachet. Had ik de indruk, zo, als ik in de spionkop stond, dat toch zo wat... haat of zo. Maar allee, zo, Alwin die springt is Westerlo, dat soort dingen. Ja. Normaal, tegen een ploeg dat niet Bruggen is, zingen dat niet. Ja. Terecht, godverdikking. Ja. Bij ons, wat ik hoorde, is niet, het was niet Alwin die springt, het is Alwin die speelt, dus Westerlo. Echt? Oh mijn god, dat had ik zelfs niet door. Ja, dat is nog beter eigenlijk. Goed, goed gevonden. En dan die Madsen, die scoort, die dan voor de spionkop staat. Wat is zijn probleem? Dat is al begonnen bij die eerste thuismatch tegen Westerlo. Dat hij dan ook scoort op penalty, denk ik. Just. Dat hij dan ook naar de spionkop... Ah, nog voor de salonremie zijn. Toen was het daar ook met zo'n vier naar de spionkop. Exact dezelfde viering. Toen had ik al van, allee, waarom doe je dat nu? En dan bij die salonremise daar, dat hij een pasje teruggeeft. Dat was hij toch? Mm-hmm. Ja. En dan nu weer vier naar de spionkop, dat ik denk, allee... wat heb je misdaan? Ik dacht dat het te maken had met die salonremise, dat hij zoiets had van, die van Gent moet niet zo... Geweest, hij is geschorst geweest ook. En dat was nu de eerste match dat hij terug was. Classic. Dat is echt zo'n classic ding van de goalmakers tegen Gent. Dat zijn altijd zo... Het is altijd wel iets gebeurd of een ex-speler kende dat. Ik weet niet wat zijn probleem is, eigenlijk. Maar zijn... Ja, hij is gewoon een manneken. Dat is gewoon een buventje. Maar ik denk... zo'n buventje. Maar ik denk waarschijnlijk zo'n speler is ook gewoon die zo'n beetje moe... antagoniseren. Ja, die dat zo wat nodig heeft. En zo wat. Ik denk dat daarom dat hij graag tegen Gent speelt ook. Maar ik vind dat eerlijk gezegd, ik vind dat niet zo erg. Allee, ik zou het zelf doen als ik op het veld sta. Maar na het verloren moet je nu wel echt niet het lef hebben om dat te doen. Je zei al zo'n loser, sorry. Het je al getoond als iemand die eigenlijk geen sportsmentaliteit heeft. Ja. Om pas daar terug te geven, maar gewoon op doel en te schieten. Ook en dan gaat nog een beetje voor ons staan juichen. Dat ik denk, nee, dat doet niet. Ik weet niet, ik ben blij dat hij zo commit wel zo is. Dat hij zo scoort in ons. Dat vind ik echt geen professioneel man. Full evil arc. Ja, hij gaat zo volledig op in zijn... villain arc of zoiets, waarom vraag mij dan af? Waarom per se tegen Gent? Ik denk dat hij elke ploeg dan wel zou doen, gewoon. Ik dacht eerst dat het te maken had met die salonremise, maar blijkbaar niet. Nee, is het gewoon zo. Voor het seizoen dacht ik ook van, is een speler die krijgt bij Gent, die bij Gent wel, die Madsen, en niet dit seizoen. Als ze hem komt halen, dan krijg je zijn brievenbus gaan kakken. Ik vergelijk het een beetje met Anthony bij United. Dat is al zo één die nog niks heeft bewezen. En dan met Madsen, die heeft hem gewoon al zo belachelijk gemaakt. En dan gaat nog zoiets doen. Gelijk Anthony die daar zo staat te juichen naar die Coventry-speler. Ik denk dat Matthew zelfs dan niet zou doen, eerlijk gezegd. Wat? Was dat Anthony? Ja. Bij Coventry. Okay. Ja. Dat is echt een tweede klasse. Nu van het weekend, de eerste keer scoort. Ja, inderdaad. 40 matchen. Een 100 Premier League matchen. 100? Of 100 schoten, ik denk dat het zoiets was. Ja. Het was zoiets, denk ik. Nee, hij had nog geen 100 Premier League matchen gespeeld. Ja, wel. Nee. Dit is het normaal seizoen.
Sorry voor het fake news. Dat is ook zo'n excellent. Dat zijn van die spelers die... Ik moet ook denken aan die spits van RWDM, Mac Targay, die dan een beetje aan het afwijken. Maar dat hij al lang daar gejuicht heeft met dat placementbakje. Nou, aan Pijzer ook zo van, dude. Ah, die shit, ja. Dat is toch nog grappig? Dat was grappig. Het is tof en zo, maar zit, ik denk dan ook, je zit in het midden van die relegation playoffs. Ja. Waaraan zit jij te denken om dan op voorhand al zo'n dude een bakje te gaan geven? Als ik score, ga ik dat doen? Allee. Ja. Maar dat zijn mensen die hebben dat nodig. En ik denk dan die eerder dan wegblijven van de stress. En hun dan zo fuelen door zo wat daarmee bezig te zijn. En sommige spelers hebben dat gewoon nodig. Dat is een kwestie van slecht karakter. Maar dat is toch geen slecht karakter? Dat is gewoon een leuke viering. Dat denk ik niet. Dat is toch niet uitdagen of zo? Nee, maar gelijk dat van Madsen, dat, zo, dat vind ik echt al... Allee, dat vind ik al een klein beetje over. Het al je zwaar belachelijk gemaakt met je ploeg tegen Genk. En dan ga je nog een keer het lef hebben om tegen de ploeg te gaan juichen die je echt gekloot hebt daarmee. Ja. Ik denk, nee, dat doe je niet. Nee, ik snap je wel, ik snap je wel. Ik snap dat wel, ja. Maar ik weet niet, Madsen zijn in die situatie... Ja, misschien niet uit, dan niet. Maar ik ga, misschien eerder naar zo de bezoekende fans gaan en daar je hun... Het is wel aan de andere kant. Maar weet je, pak gewoon die teamnoten vast. Niet zo staan doen naar de speelkool, dat ik denk... Weet je wat het beste is? Dus hij heeft twee keer gescoord in de Helamco en denk twee keer voor runder dan ze op voorsprong kwamen, maar dan geen enkele keer gewonnen. Dus dat vind ik het grappig. Dat hij zo... Dat wel. Ik zou misschien niet juichen als we de eerste helft, dus zou ik dat nog niet doen. Maar als ik zo weet, de laatste 10 minuten, dan zou ik zo aan een keer doen. Toen we denken aan die goal van Aak in de laatste tijd. Ja. Ik ging net hetzelfde zeggen. Dat daar zo... Maar dat was nog erger, hè. Ja. Maar ja, dat is van Aak. Want zijn dat ook nog gewonnen, of niet? Twee keer honger. Achteraf is het wijs. Maar op het moment zelf zit hem zijn nek omwringen. Ik vond zijn reactie wel nog groot van Aken toen. Dat wel, zeker na de match. Zeker met dat liedje dat gespeeld werd. Dat wel. Allee, ik had eigenlijk graag Madsen voor het interview gezien ook. Maar, ik vind dat dat allemaal moet kunnen, zo'n beetje banter, weten, zo'n beetje elkaar wat pieken geven. En zeker als je dan terugschakelt naar die Van Aken, dat was echt allemaal op een... toffe supportersmanier. Het ging er niet over. Een beetje allebei uitgedaagd. Oké, en dan kunnen we daar ook gewoon zeggen van, oké. Ja. En heb nu inderdaad al met Madsen hem zo wel die staart van... Mm-hmm. Waarom doe je dat nu? Ja. Weet dat de Gent-supporters wel... Alhoewel, bij Van Aak weet ook dat ze hem haten. Nee, maar het is inderdaad wel zo. Goed, man of the match, Jentel. Ja, juist. Wacht, ik ga het hier opschrijven. Ja, ook gewoon Roef. Ja, weer al Roef. Ja, maar die was echt gewoon recht te houden. Ja, dat is wel waar. Die eerste helft, die wedstrijd was echt... Maar hij heeft wel een fout gemaakt, hè. Ja. Nee, ik vind die goal, sorry. Ah ja, dat is ook die ons in hand gaat. Ja, die tweede goal, hè. Ja, de magic goal. De magic goal. Dat is Roef zijn schuld. Nee, dat is een accidentje, zeker. Maar voor de rest houdt hij ons echt recht. Ja, dat klopt wel. Want zeker de eerste helft, maar eigenlijk ook nog de tweede helft... Wesselo kreeg zo verschrikkelijk veel ruimte op middenveld. En zo net voor de 16 en zelf in de 16. Ik denk soms, de spelers van Gent lieten die echt gewoon lopen. Hè. Ik denk, gaat er iemand naartoe, want ze gaan trappen. En dan trappen ze en dan de Roeve redding of ze trappen gewoon naast. Dus daarmee echt de Roeve. Ja, Westerlo was ook wel echt goed hoor. I don't know. Het was een combinatie van de twee. Wesselo die goed was, goed de bal behield en zo, goede loopacties maakte. Maar ook gewoon Gent die veel te veel ruimte liet. Ja, maar die middenveld was niet goed. Nee, terug was Kums wel een beetje minder natuurlijk. Maar ik vond ook die flanken die zo wat hoog stonden bij Westerlo, die hebben ons echt pijn gedaan. Met die Bos en dan ook Rommens die kwam inschuiven. En dan aan de andere kant nog een snelle. Dat begon ons echt pijn te doen en ze begonnen ons echt te stretchen. Ja. En dan dat is ook gewoon veel balverlies van mensen. Gent. Zo. Denk, slechte pas, maar ook aan de andere kant gewoon goede intercepties van Westerlo, denk ik. Ja, het waren eigenlijk twee geen topmatchen. Dat we wel efficiënt waren, maar... Efficiënt wel, maar we winnen die matchen, dus dat is goed, maar het was niet zo, het was eigenlijk echt niet goed. Die match in Mechelen en dan die twee matchen doen is wel zo. Die match in Mechelen was wel vrij goed van ons. Allee, niet goed, maar Westerlo. Het was wel zo... Nee, Mechelen de vorige week. Ook niet goed, maar wel zo van... We doen onze taak en we domineren dan voor de meeste van de wedstrijd. Mm-hmm. Dan deze twee matchen te doen is wel zo een stap naar beneden. Ja, ik weet. Zeker met gedacht van die barragematch dat een niveau hoger gaat zijn. Ja, sowieso. Vind ik wel dat je wat mocht tonen dat er echt wel los de beste zijn in play-off 2. Heen zei het al wel na de match een interview van we hebben nooit het gevoel gehad, we zijn safe. Dat was het gewoon. Ja. Ja. Normaal gezien, als we dan zo die 3-2 maken, zouden we zo van Gent of van ons verwachten. Ja. Maar ik denk, dat is nog een half uur dan. Ja, ik weet. Ja. Maar je zit dan zo verwacht, nou, Julien staat erop, we pakken dat gewoon even bij zijn nekvel. Bal monopoliseren.
beetje rondspelen. Uiteindelijk op het einde wel nog ziek veel kansen kregen, maar dat was omdat zij ook nog voor de 3-3 worden aan, I guess. Dus daar had het ook gewoon kunnen afmaken. Dat was dan wel win. Dat vond ik ook grappig. Spelen tot de laatste minuut. Maar jongens, ik wil even gewoon iets zeggen. Ik vind dat we respect moeten hebben voor hoe dat Westerlo gespeeld heeft. Nee, maar echt. Ze hebben niks meer om ervoor te spelen. Ze komen naar de Maar nu is het gewoon als tegen Gent wil. Ah, wel. Kom naar de Gelamco. Ze spelen voor spelen. En neem nu, kijk, dit Westerlo tegen bijvoorbeeld een play-off 1 ploeg. Denk bijvoorbeeld, neem nu random ploeg Genk. Ik denk dat die Genk kunnen bijvoorbeeld pakken. En als ze bijvoorbeeld nu Genk met een man minder komt te staan, zelfs dan, dan is het echt... Genk gaat niet kunnen spelen tegen dit Westerlo. Het is echt ongelooflijk. Allee, ja, willekeurige ploeg, hè. Als voorbeeld, hè. Als voorbeeld, ja. Maar echt, man. Ja. Ik was er even mee. Ik ook. Ik wil het eigenlijk ook even hebben over Fernandes Pardo. Die zijn snelheid is echt wel een wapen, hè. Inderdaad. Zijn goal daar, als hij niet zo snel is, is dat eigenlijk nooit een goal. Ja, klopt. En ook die ene hij kant, hij jaagt die speler eigenlijk op. Wat hij eigenlijk tegen zijn eigen keeper kletst. Ja. En ook zo die link met Tissot begint beter en beter te gaan. Omdat ik dat deze match wel zag, dat Tissot ook weet, deze guy is zo snel. Dus dat hij gewoon een paar keer in één tijd, Tissot duidelijk. Dat hij gewoon de bal en dan direct doorspeelt en hij weet. En zeker, ik weet niet wie dat er centraal achter speelde in Neustadt. Ik weet niet wie dat was, maar die is ook niet van de rapste. En iedere keer als hij wel hoog stond, waren ze gezien. Dat was daar die ene fase dat Tissot duidelijk zo ongeveer op de 10 zo een balken heeft tussen twee verdedigers. En dat Fernandes Pardo daar echt zo nog van ver achter die verdediger afkomt en hem gewoon los eruit loopt. Als je hem ziet lopen, en zijn stijl, dat lijkt dan niet zo een snelle stijl of zo, maar hij vliegt over dat veld. Hij is niet zo klein ook. Hij is nog zeker een meter 85 pijzig. Ja, 90, denk ik. Dat weet ik niet. Het is vooral zo'n versnelling ook, want in het begin loopt hij zo en dan ineens zet hij gelijk naar daar de vitesse. Ja, dat is roadrunner. Die is ongelooflijk snel. Maar snel loopt veel, want hij roamt zo een beetje in de aanval vaak. Ja. Hè, dus. Maar dat is wel zo'n speler die nu, als ik er begin op te letten, dat we eindelijk, of hij begint in die rol van Orban te komen. Orban was ook altijd tegen de achterlijn, tegen de laatste linie, altijd die diepte loopt. Ja. Maar Kums wist, hij zit daar, Orban, kan in één tijd hem over de verdedigingslijn. En dat is zo dat hij wel meer probeert te doen. Dat zal wel de hand van de trainer zijn ook. Maar, maar dat zie je wel, vind ik, dat hij dat meer begint te doen. De ploeg begint dat te weten. Hij begint gebruik te maken van die snelheid. Dus dat zit er wel in. Ik weet, Surdé is nog groter. En dan heeft die versnelling niet... 1,83 meter is Fernandes Pardo. Maar dat is niet kleiner. Orban was nog kleiner. En Fofana ook. En die hebben zo die pure snelheid. Dus, maar alleen nog... Hij is nog jong natuurlijk. Hè. Gewoon de juiste keuze maken. Hij is een paar keer alleen voor de keeper geweest dan op het einde. Dat ik zei van, nu moet je schieten. En dan ging het er voorbij. En als hij dan voorbij ging, moest hij eigenlijk schieten. Zo, dat soort dingen. Dat zijn ze van die dingen dat... Allee, ervaring. Mijn ervaring leren dat ook uiteindelijk ook wel. Wat het beste uit de situatie en zo. Niels zei dat hij een beetje Yaremchuk van in het begin vibes heeft. Van in het begin bij Gent. En Yaremchuk op dit. Nee, okay. Dat hij zoveel kansen mist, maar dan ook wel goede goals maakt en zo. En, Ik wil de vraag stellen, vinden jullie, denken dat Matthias van Ansparo zo'n echte killerspits gaat worden? Ik denk niet dat hij zo'n type is. Hij had er ook iemand naast hem nodig, denk ik. Dat is wat ik denk. Alleen een spits gaat niet kunnen zetten, tenzij dat hij dan... Maar ik denk dat hij ook zo inderdaad kunnen werken op de flank, maar niet op de wingback, zoals dat hij doet. Invert forward zo. Maar echt in een forwardrol, links-voor, links-rechts-voor, allebei, denk ik. Ja, of zo rond een grote spits, zo, hè, dat er nog wel van kan profiteren, maar wat dichter er tegen, in plaats van echt puur op de wing, had hij ook nog die actie naar binnen. Maar volgens mij kan hij aan buitenkant eigenlijk ook spelen. Zo. Dat was ook iemand die dat zei, als een popular opinion, denk ik. Allee, het is niet degene die we vandaag zullen bespreken, maar we gaan hem dus toch bespreken. Die zei dat Fernandes Pardo beter zou werken met de Poitre. Dat zit ik. Al ja, zo'n type de Poitre. Die is ondertussen wel fit ook, denk ik. Wacht, hè. Prime de Poitre. Ja. Die valt heb ik al net in, die mens. Zou die misschien nog wel meer kansen moeten geven? Nee. Zo, die link-up of zo? Mijn play-off 2, hè, zo op het einde. Je weet nooit, hè. Als we echt nog zeker zijn dat we play-off 2 winnen, zo die laatste match nog een keer laten...
Ah, ja, maar weet nooit dat de Poitre opeens weer gek in vorm is. Ja. Ja. Ik zou het enige reden waarom dat ik dat zou doen, is om de Poitre een waardig afscheid te nemen, mm-hmm. te geven. Ja. Dat we hem nog wat kunnen appreciëren, want ja. Please laat dat contract gewoon aflopen. En koop een grote spits, waar we normaal gezien dacht ik mee bezig zijn. Maar dat is al even stil ondertussen, in mentaal of wat was het? Ja, die in Denemarken aan spelen. Ja. Dat is een spits van een dubbele meter, dus dat is wel iets wat we nodig hebben. En dan kunnen we dat gigantische contract van de Poitre... Dat is een beetje spijtig. Dat is wel een van de goedverdieners hebben gehad. Ja. En dan kunnen we misschien met drie vooraan spelen, die een grote spits, en dan Tissoudali en Fernandes Pardo op de flanken of zo. Of Sourde of Sonko of Yokota. Ja, Sonko had ook nog. Ik vind het raar dat Sonko zo weinig kansen krijgt. Ja, eigenlijk. Ja. Het scheelt daar wel iets, hè, denk ik. Ja. Dat is toch echt vreemd, hij is voor zoveel geld binnengehaald. Ja. Maar ja, hoeveel was het nu weer? 8 miljoen? Ja. Ik denk het. 7 of 8. Investering voor de toekomst. Ik vind dat, niet, vind dat wel niet raar. Dat hij die is 18 of van 19, juist geworden. Ja. Die heeft toch van de winter gekomen uit Zweden. Het lag daar de hele tijd stil. Ja. Die heeft een aanpassing nodig. Ik vind dat niet raar dat hij... Okay, hij mag wel meer spelen. Hij mag wel meer speelkansen krijgen, dat sowieso. Maar... Ook meegedaan aan de Ramadan. Is dat? Ja. Okay. Ik had daar een beter gevoel bij dan bij Sourde op voorhand. Ja, maar Sourde krijgt wel veel meer speelkansen. Hij was zo met veel meer bravoure binnengehaald. Zo. Ja. Ja, onze duurste transfer. Sourde, tweede klasse uit Zwitserland. Sonko, eerste klasse. Ik denk zelfs... Noorwegen zeker? Nee, Zweden. Ja, sorry. Ja. Maar, player of the season, young player of the season. Ja, ja, is het inderdaad. Van Malmö of... Oh, dat weet ik niet meer. Ik ben niet zeker. Dacht wel dat het nog zo'n Zweedse topploeg was of zo, subtopploeg. Ja, dus, Elijah is er inderdaad gespecialiseerd in. Ja, inderdaad. Moet je een man op de match? Tegen Westerlo? Madsen. Wacht, jij hebt het gezegd, hè. Ik wou zo half de Saar zijn, gewoon omdat... Oh ja. Wat is ook klutjes. Ja, maar ja, klutj, maar ook die... Hij deed die drie wissels op de 60ste minuut. Ja. Klein applausje. En die match verandert gewoon. Dat is wat, hè. Ja. Echt. Ja. De dominerende middenveld. Op een moment geeft hij daar een pas. Oh, maar het middenveld, dat is zo een steekpas. Heeft hij helemaal naar voren. Naar wie was het eigenlijk? Naar, ik weet het niet meer. Naar Degas. Ik weet het ook niet meer. Damn it. Wie staat de rest van voor? Maar ik denk dat Gent heeft die ook Samaz of Fadiga toen? Het zal... Fadiga is ook ingevallen, hè? Ja, het zal Fadiga zijn. Ga ik even kijken. Oh, dat was zo lekker. Ja. Dat was echt zot. Ah, wel. En dan die ene goal. Ja, maar hij heeft ook maar twee kansen nodig om te scoren. Ja, het was die eerste kant dat hij schiet, dacht ik van, hij heeft hem eigenlijk beter... Dus de twee spitsen liepen zo links en rechts naast hem. Dat van, eigenlijk had hij hem beter meegeven. Oké, maar ça va. En dan die tweede kans schiet hij gewoon los binnen. Dan denk van, Zo'n pegel ook. En dan was hij nog ietsje verder. Bots op de lijn. Keeper kon wel echt op. Ja. Keeper stond gewoon aan de grond genageld. Dat is keek van, ja. En wel, hij doet dat eerste afstandsschot. En iedereen voelt van, oké, we zijn er. Kom, meer van, dat was gewoon nodig. Maar had toch ook echt dat gevoel dat aan die match van... Ah, eindelijk. Hij is daar, de Saar. Want dat is echt de missing link dat je die match nodig had. Kums was echt nog niet de oude na zijn blessure. En Jules kwam erop. En zijn match kantelt gewoon zijn impact. Dat is zo de eerste match dat echt zo overduidelijk was dat hij onmisbaar is. Ja, nou wel. Allee, want als hij speelt, wat hij bijna altijd deed, dan is dat eigenlijk een evidentie of zo. Maar nu zag je echt wel dat gemist. Het is wel insane, die perceptie bij de Saar. Ja, en ik had zo'n beetje hetzelfde gevoel als bij Kums die erin kwam tegen Eupen in het begin van dit seizoen. Dat we daar met 10 stonden, dat we ook zagen dat het helemaal keerde. Ik denk dat de Saar gewoon even onmisbaar is op dit moment. Ja, het is wel lekker dat we die zo allebei verlengd hebben. Dus hebt u de deep lying playmaker de volgend jaar wel, laat Julien maar de eerste violen, dan heb je nog altijd Kums met zijn ervaring. Ja. Of soms een keer misschien met twee spelen. Vind ik wel echt Modric-stijl, als hij misschien toch volgend jaar altijd supergoed speelt, kunnen altijd een jaar meedoen. Of En als je Gandelman en Hong ook nog kunt houden, dan zijn dat wel heel sterk. Een van die twee gaan weggaan. Ja, misschien wel. Ik denk dat Hong gaat zijn. Wie zou het dan het liefste houden? Gandelman of Hong? Ik zou Hong liefst willen houden, maar... Ik moet toegeven, de laatste twee matchen die we nu bespreken, was Hong wel iets minder. Ja, dat wel. Ja, ik had het ook nog opgeschreven. Zeker tegen Westerlo had hij een paar echt goede dingen gedaan. Zo gelijk intercepties en zo. Dat je denkt van, oh my, goed. Mm-hmm. En dan 5 minuten later ging hij dan een bal weg. Dan denk ik, ai. Hij wisselde echt goede en slechte dingen nog, precies, in de match tegen Westerlo. Hong is zo raar, want soms heeft hij zo'n periode dat hij zo'n beetje een grijze muis is voor de ploeg. Niet echt in de oog, maar wel spelend. En dan heeft hij zo een match waar dat ze denken van, beste middenvelder. Maar in die grijze match moet daar erop letten. Het is niet altijd slecht, hè? Nee, dat is echt heel belangrijk voor de ploeg. En je ziet dat ook in de periodes dat hij er niet was, maar vooral in dat systeem van Hein.
om die moderne nummer 10 in de manier dat hij druk zet. En soms, moet ik naar kijken, gaat hij bepaalde momenten van de match aan de flank zo gaan hangen. Mm-hmm. En dan gaat hij een beetje Samuel gaan aan de andere kant. Dat hij zo slim tussen de lijnen loopt en ook druk zetten. Plus ook, ik vind dat een spelversneller. Dus je speelt altijd in twee tijden. Mm-hmm. Bijna altijd. Dus als je die kunt laten draaien, dan draait de ploeg ook sowieso op een tandhoger. Dus echt die schakel tussen aanval en opendraaien, tik, hups, weer weg. Maar inderdaad, die durft de risicovolle ballen te spelen. En ja, dan draaien en zo. En dan mislukt dat ook wel een keer vaak, denk ik. En dan is dat een grijze match, dat hij alleen maar foute ballen geeft misschien. Maar ja, hij probeert het wel. Ja, ik vind hem nooit echt slecht. Nee. Dat vind ik nooit. Nee. Ja. Ik vind hem ook een beetje op het level van de Saar. Van, die speelt altijd wel een 7, maar het is minder opvallend, omdat het is Hongi. Het is zo, dat klein. Die moet echt hebben van zijn loopwerk. Mm-hmm. En dan ook hoeveel dat hij bijwerkt in verdedigend en passief druk zetten. Ja, ja, ja. Dat is echt zot. Ja, dat is wel een van de meest lopende spelers die we hebben. Sowieso. Ja. En ik herinner me ook zo nog een fase, een paar thuismatchen geleden, dat er iemand een bal verliest en dat hij dan echt zo'n gigantische spurt terugzet. Ja, en hij slaat hem gewoon buiten. En dan 5 minuten later mocht hij gewisseld worden. Ja. Maar het is echt zo'n honginspanning. Maar over veel lopen gesproken, ik heb trouwens gezien op de sociale media van Gent, dat Gandelman het meest gelopen had in de match. Die was zo 13,7 kilometer. Oh, dat is mijn man op de match. Veel, ja. Die doet dat elke week, man. Maar ik vond hem ook eigenlijk een van zijn betere matchen mee in het middenveld spelen. Ook al was het niet zo'n goede match van ons, maar ik vond dat hij meer ook zelf de bal kreeg in het middenveld en zo een keer kon doorspelen naar de flank, terwijl hij daarvoor ook echt van zijn loopwerk moest hebben, een infiltratie in de box, en dan kwam hij daar. Ja, en natuurlijk dat weer scoren natuurlijk. Voilà, daarmee dat hij... Koppel, maar dat is op een vrije trap zeker. Ja. Toch, blikopener, Gandelman, dekt weer op. Vrije trap van Hong wel weer, hè? Ja, dat is een assistje. Dat is Hong. Toch, ja, kijk. Ja, kijk. Stats. Ja. Grijze match, maar toch weer een assistje. Ja, voilà. Is het een assist, want... Ja, zuiver toch? Van Pavel Loft? Nee. Ja? Ja, die bal. Ik denk die Westerlo. Tegen een Westerlo-verdediger of wat? Nee. Ik denk dat de bal afwijkt van... Wat dan een beetje, geloof ik. Iemand anders alleszins. Okay. Voor van Gent of van Westerlo? Van Gent. Ah, okay. Ik denk dat de bal eerst op Watanabe kwam en zo eigenlijk bij Kandelman kwam. Ja. Ah ja, dan is een assist van Watanabe heel onbedoeld. Juist. Maar ja, goed. Dat is dus uw man of the match. Ja. Kandelman, oké. Kandelgeitje, Kandelgoal. Kandelijn. Kandelgoal. Ja. Ondertussen uitgegroeid van... Wandelman naar publiekslieveling. Ja, inderdaad. Ja, wel, we moeten zo een grafiekje maken met zo de topscorer race voor Gent. Tissu Dali en Wandelman. Het was eigenlijk zo in de kleedkamer. I'm gonna get you. Ja. Ik weet niet, om een of andere reden heeft hij voor mij ook zo'n gezicht van een ster of zo. Van een ster in wording. Wandel? Ja. Foe. Ik weet niet. Dat weet ik niet. Wow. Nee, ik zie het niet. Nee, vind je dat niet? Nee. Hij heeft wel zoiets... beetje afgelekt zo, maar... Ja, dat is wat ik bedoel. Ja, een beetje zo, ja, dat hij zo'n model kunnen zijn of zo. Ja, voilà, dat is wat ik bedoel. Dat hij een model zou kunnen zijn en een blad gewoon, en een tijdschrift. Ja, dat wel. En daardoor zoals sterallures... Nee, geen sterallures, maar een ster uitzicht of zo heeft. Ik vind eerder zo een cultachtig figuur, een cultspeler. Ik niet eigenlijk. Kandelijn niet. Ja. Ik boek zelfs een cultspeler. Dat vind ik meer zo... Eerder zo Khalifa Koulibaly of zo, dat is een cultspeler. Eliman ook. Ja. Oeh, dat is ook een keer een goede tierlist of... Cultspeler. Anyway, slecht idee. Ja. Goed, mijn man of the match... Ja, het is nog niemand de Sarah gezegd, toch? Ik heb de Sarah gezegd. Maar ik ging hem ook zeggen. Ik zoek naar iemand anders om bloemetjes te werpen. Maar Fernandes Pardo heeft alweer gewerkt. Die is ook Dali ook maar een beetje ongelukkig. Hij was ook zo, in zijn interview, tussen Dali was hij vies, hè. Ja, ik kan niet zien. Hij zei zo van, ik moet meer de deftige ballen krijgen of zo. Wat zit er nu weer? Ja, zoiets. Hij vond zijn, hoe zou je het zeggen, de kanscreatie naar hem toe vond hij niet goed. Ja, dat, inderdaad. Dat hij ze wel creëert. Want sommige kansen die hij daar heeft gehad, dat hij toch moeten afmaken. Ja. Was daar in de tweede helft zo'n bal dat hij dan 2 keer kapt en dan gewoon zo... Zo gezegd, een pasje geven naar de keeper. Ja, dit is pas. Krijgt die bal en zo 3 meter van de goal gevlamd. Bam! Dat is zo... eigenlijk 2 goede kapbewegingen. Ja. Had hij echt vrij stond en dan doet iets raar. Dat is echt weer de Odyssey Soudali. Ja. Zo, kap hem weer kap. En ook, Van Aanspouder deed ook op een gegeven moment denk een kapbeweging, dat hij echt bij de goal stond. Ja. Dat ik echt denk van, nu moet hij hem geven. En dan is hij toch nog een klein beetje verder. Ja. Hij ging voorbij de keeper en haalt zo de achterlijn. Ja. Dus opeens is hij zo vrij en eigenlijk klopt hij dan zo
kan nog wat dichter. In plaats van terwijl stond wel iemand vrij, denk ik. Ja, Gandelman en dan net niet. Dan net niet meer. Als hij dan toch de pas naar hem stuurt, was zo. Ja. Ah ja, oké. Okay, uiteindelijk ook zo van die fout. Ja, dat gebeurt elke match wel. Zo ding, dat is onvermijdbaar. Ja. Trouwens, volgens FotMob was effectief assist van Watanabe. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Voilà. Dus geen assist voor Hongi. Ja. Jammer. Dus slechte match had. Slechte match, Hongi. Oh. Nee, ik vind de Saar gewoon zo klutsch dat ik hem... Ik ga erbij blijven. Ja. Oké. Okay. Als man of match. Als we die haalden, was echt weer zo'n free transfer. Wat is dit? En nu is hij echt gewoon de eerste man op mijn Maar zij niet te geloven dat hij van bij Kortrijk komt, hè? Ja. Dat is toch zot? Ja. Ik denk, was het daar bij Kortrijk te doen? Ja, maar waarom heeft Kortrijk dan ook niet... die contract is gewoon afgelopen. Dat is een free transfer, hè? Dat is echt een van onze beste transfers in de laatste vijf jaar. No joke, hè? Ja, sowieso. Ja, dat is zot. Naar een Rio. En een Belg dan ook. Sorry. Al die badge op zo'n Rio. Soms echt dat dat clubrecord gebroken is, dat we zo niet meer... Ja. Onze duurste speel. Ja, en die speelt ook zo'n Nini. Maakt niet uit. Zolang dat niet nu Rio is, is het goed voor mij. Hoe gaan we die nog wegkrijgen van de zomer? Andrew en Nurio, wie de fuck moet die hebben? Tot hoe lang gaan we een contract? Nee, die doe je ding. Maar Nurio zelf is nog geblesseerd, dus daar tot de zekerheid. Maar die is altijd geblesseerd. Ja, dat klopt ook. Ja. Nurio, ik heb die mens, hè, en hoe lang zit hij bij ons? 3 jaar? 4 jaar zelf? Ik heb die nog geen enkele keer 4 matchen na elkaar gespeeld. Maar je kunt ervan op aan, hij speelt 2-3 matchen. Ah ja, hij zal wel iets zijn, wat dat is, weet ik niet, maar hij gaat geblesseerd zijn. Mm. Maar ja, ik weet niet. Maar uiteindelijk is hij ook geen slecht speler of zo. Maar ik vind wel dat daar zo wat te veel mee wordt gelachen of zo. Ja, Allee, dat is wel gewoon zijn lichaam die niet meewerkt, denk ik. Ja, ik kan er toch niet echt aan doen, denk ik. Of zou het echt levensstijl zijn? Ik vind echt niet dat hij... Injury prone. Ik haat hem niet zo hard als ik Hulsjager haat. Ja, maar zijn die eigenlijk? Hulsjager kak ik echt. Ik heb al wel zo'n momenten gehad, Nurio. Ja, maar Nurio is echt niet slecht, hoor. Maar dan, ja, voor zijn prijs begrijp ik de kritiek wel. Ja, dat was vooral dat, denk ik. Hij mocht nooit zoveel kosten. Dan kan hij op zich ook niks aan doen zelf. Hè. Nee. Hij krijgt de best wel. Zie een keer voor hoeveel hij bij Brown gekocht hebben. En wat voor een verschil dat is. Ja, dat maar, man. Hoeveel was het? Ja. Is toch echt een level hoger? Hoeveel was dat? 2 miljoen? Niet zoveel zelf. Was ook Zwitserse tweede klasse. Nee, dat was eerste klasse. Net gepromoveerd naar eerste. Zo was het, inderdaad. Net gepromoveerd. Dat is een goede vondst dan, hè. Ja. Die heeft volgens mij 1,5 miljoen zo gekost. Ja, dat was zoiets, dat is het wel, denk ik. Maar kom aan, als je dat nu vergelijkt met... Het zijn twee andere typen, want verdedigend is die wel sound, hè, Nurio. Vind mij eigenlijk beter, dat zo, weet dat, links in centrale verdediging dan op de flank. Ja, wel, ik eigenlijk ook. Ik weet dat niet. Toch vind ik hem altijd zo wat foutjes maken, positiespel en ook gewoon klein zijn. Ja, ik kan het niet aan doen, maar het is al zo. Ik herinner mij de match tegen Brugge, dat Van Aken daar scoort op die manier. Omdat Nurio gewoon... Voor die centrale positie te klein. En net ervoor had Van Aken exact dezelfde kans, maar kopte hij gewoon naast. Just. Allee, dus ik heb niet echt veel matchen om Nurio op te beoordelen, maar de matchen die ik dan heb, vind ik toch niet zo overtuigend. Je heeft wel gewoon zo die strijdersmentaliteit. Dat wel. En dat is iets wat we in onze ploeg soms een beetje missen. Dus dat is het enige wat ik hem geef. En ik denk dat ook wel... Om te staan tegen een topclub, gelijk Brugge is dus wat te min. Maar gelijk... Ja, ik zeg maar iets tegen een Westerlo, tegen een Mechelen, dat het daar misschien wel nuttig kan zijn. Hè, het is net omgekeerd, vind ik, gebruikt. Het is vaak dat hij er dan zo niet in stond of blesseerd was en in één keer tegen Brugge stond hij er dan wel in. Ja. Toch? Dus maar dat is ook meestal uit noodzaak. Ook, maar ik denk ook dat hij die wedstrijdmentaliteit heeft van ik ga er geen omleggen, want dat durft hij ook wel een keer te doen. Ja. Trouwens, ik denk dat hij ook wel zo... Specialist in Spalbus. Ik denk dat het ook wel zo een sfeermaker is in de kleedkamer. Ja, dat denk ik ook wel. Zitten we zo aan, dat is ook wel altijd leuk. Ja. En dat is wel een paar miljoen. Ik denk dat ook voor de sfeer, dat is zo belangrijk. Dat is een record transfer, zit er al 3 jaar. Joh. Hij speelt niet veel, maar het is wel een toffe. Dat was een toffe. Dat is al. Daarom is hij hier. Wie was dat? Die keeper, Gillet. Die dan naar Brazilië mocht hij niet mee. En dat was ook zo'n ding van, het is een sfeermaker. Maar uiteindelijk een derde keeper. Ja, een derde keeper zijnde. Dat is nog een ander verhaal, inderdaad. Ja. Dat is sowieso voor de groepsfeer. Allee, zo. We zullen nog een linksbak openen. Dan is hij onze derde linksbak. Ja. En dan mag hij zo wat... Hey. Goed, je had nog een paar actualiteit dingen, denk ik. Ja, een paar kleine dingen. Ja, natuurlijk, het grootste nieuws. De Saar die zijn contract verlengd, natuurlijk. Dat was groot nieuws. Goed nieuws, hè. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik had het nooit zo. Ja, dus nee, wel. Van den Bulken had dat zo aangekondigd op Twitter. Just, en we dachten allemaal dat over Mokyo. Ja, morgen om 7 uur nieuws. En iedereen zo, En andere mensen zeiden ook Hein dat hij zou verlengen, maar dat is ook niet waar.
Nee, een paar mensen nachtmerries hebben gehad over dat heen. Ja. Ik ga niemand noemen op deze podcast. Je bent bij ons. Ja, want er waren veel mensen die daar reageerden erop. Ja. Die dat dachten, maar ja. Denk, mensen denken toch ook mookje omdat die hele soap net gedaan was. Inderdaad. Maar uiteindelijk, als ik kan kiezen tussen een contact geven aan mookje of contact verlengen van de Saar, denk ik wel iedereen wel... Ja, de Saar. Ja. Sorry. Ja? Ja, ik eigenlijk ook. Wel. Ik ook. Ja, hey. Mokyo heeft nog uiteindelijk niks bewezen. Als je onzekerheid dan Mokyo heeft, ja, ja. Wel, inderdaad. Het zou ook mooi nieuws geweest zijn, hè, maar ja, als ik moet kiezen... Saar, weet, ja, maar zeker... Ja, nee, ik snap het wel. Maar ja. Zeker hoe de Saar zo zei van hoe dat hij misschien weg ging gaan, op ja, extra time was, vond ik wel zo een opsteker voor Gent naar het volgende seizoen toe. Ik denk dat dat vooral vrijheid in de context was. Dat is zo in die ja-nee van extra time en ik krijg een vraag... Als er nu een topclub komt uit het buitenland, wat doe je dan? Ja. Ja, het is echt nee. Allee, sorry, maar hij is 39, 30. Van, ja. Het is nu zijn kans. Dus ik verstond dat wel dat hij dat zei. En iedereen maakt daar dan van, oh, de Saar gaat weg. Ja, zo, ja, like, dat heeft dat totaal niet mee te maken. Hè, dus. Maar, ja, het is niet de Saar gaat weg, maar het is wel van, we gaan hem misschien kwijt. Maar, hij staat ervoor open, ja, zoals het eigenlijk. Welke speler die in de Gentkern zit, zou niet openstaan voor een transfer? Ja. Momenteel spelen wij geen play-off 1. En er komt iemand... Allee, al x aantal jaar spelen we eigenlijk in play-off. We hebben nog chance dat we eigenlijk iedere keer Europees hebben gehaald. Ja. Maar het is toch niet raar in de perceptie dat als er een betere ploeg komt kloppen, dat die weg zou gaan. En ik vind dat zo'n beetje van Gentsporters vaak zo... Oh nee, die gaat dan weg. Waarom maar dat is gewoon zo... Maar ik zou niet zeggen waarom dat gaan weggaan. Dat begrijp ik wel, maar het is gewoon... Ja. Hij is 30 ook, hè. Als ze nu in één keer uit Italië of maar dat was ook het gedachte. Van, het is zo is nu of nooit of zo, ja. Het is zijn laatste kans om... Naar zijn grote liga te gaan. Ja. Ik had hem zelf gegund. Ah, wel, ja. Maar ik denk iedereen in Gent ook. Maar daarom is het zo'n opsteker. Dat sowieso. Dat is sowieso een van de belangrijkste spelers. Ik denk ook wel dat hij een dik contract heeft gekregen. Ja, nee? Terecht ook wel. Ja. Allee, hij verdient dat ook wel, denk ik. Ja, sowieso. Pak is onze belangrijkste speler momenteel. En duidelijk onvervangbaar als ze die match hebben. Ja. Wat aan mij ook doet denken trouwens, dat ze zijn, dat de Poet zijn contract wel echt gaan laten. En dat nu dan de Saar een groot contract krijgt. Dus dat bij Gent proberen ze er niet te veel. En proberen ze, of dat zij dus toch even geleden, hebben ze daar wel een looncap op. Ik weet niet of ze een officiële looncap hebben, maar Gent geeft normaal gezien geen contract meer over de miljoen. Ja, als je dat vergelijkt met andere topploegen in België, is het inderdaad minder hè, bij ons. Ja. Ik heb dat keer opgezocht en Anderlecht en Club Brugge even. Vaker zo van die echt zotte contracten, maar dat is ook zo, bij ons is dat meer zo afgevlakt. Al een tijdje, dat Luigi die dat gezegd heeft, bij het kampioenenjaar, dat ze zo'n systeem hebben van hoe dat de lonen bij Gent werken. Ik vind dat niet zo slecht, eigenlijk. Ik vind dat niet slecht, maar ik denk wel zo van, als je zo structureel wilt meedraaien aan de top, moet niet dat die loon cap weg moet, maar moet je wel zo om betere spelers maar te hoger zetten, denk ik. Kijk naar wat Union doet, hè. Union heeft ook loon cap en jij moet echt... Ik weet niet van buiten hoeveel, maar ze denken zelf in vergelijking met Gent lage contracten, maar gewoon bonussen. Ja, maar ze hebben wel een goede scouting. Die hebben inderdaad een fucking goede scouting cel. Ja, man. Ja. Ik vind ook, maar veel van de speers van Union gaan ook weg na een jaar. Meestal. Vaak. Ja. Dus dat vind ik ook van... Samson ook aan het geld liggen, ja. Wel, met geld. Ze kunnen gewoon een beter contract hebben volgend jaar. Ze staan wel al drie jaar van boven, hè. Het is gek. Het is gek, man. Ja, dus als jij, weet ik veel, x-duizend euro per punt pakt en dan een keer per goal, per assist, per clean sheet, dan is ook verdienen ze vriend. Dus ik vind dat zo wel niet slecht. Ook voor je kleedkamer vind ik dat niet slecht. Als je zo... Je hebt een gemiddeld contract en dan zitten daar een paar dudes... Gewoon op status of zo, dan die kei wil verdienen. Daarmee vind ik die Mokyo soap ook echt een beetje tedious. Die ouders zitten te neuten voor geld, dit, dat. Als er dan een nukpuk van 6 jaar in de kleedkamer zit en hij zit daar een kandus bijvoorbeeld, dus toch ook al 6, 27. Kans groot dat Mokyo dan zo een contract tekent dat daar. Die meer zou verdienen, Meer zal het nu waarschijnlijk nog niet zijn, maar. Dat er dan in de buurt komt, dan is dat wel raar. Hè? Allee, dat is echt raar. Inderdaad. Je weet dat misschien niet van elkaar als speler, maar onderschat wel zo'n dingen daarmee. Dat ik ook, hoe langer dat duurt, die soap van Mokyo, hoe meer dat ik heb van... Ja, maar dat is vaak zo hè, bij jonge spelers, dat de ouders zo erachter zitten, achter het geld. Dat moet je dan meer. Allee, ik heb dat keer besproken met wat Anderlecht en Club Brugge-supporters, en dat is blijkbaar ook al vaak gebeurd daar. Dat zo beloftevolle gasten die eigenlijk nog niet echt iets hebben bewezen in de eerste ploeg, dat die al direct zo, de ouders ervan zo erachter zitten. Dan stoppen met werken en zo zelfs. Ja.
Oh ja, onze zoon zal wel voor ons zorgen. Die man, de jongen van 16 jaar. Ja, dat is echt grof, hè. Laat hij gewoon een beetje voetballen, man. Ja. Een keuze voor hem is eigenlijk makkelijk, hè. Oftewel, tekenen een profcontract bij Gent en heb je mogelijkse kansen om te spelen. Lijkt me ook een kans dat ze dan, als hij tekent, gewoon zegt, hij gaat nu naar de Jong Gent. Dat zou ik wel grappig vinden. Oftewel, tekent in de jeugdacademie, ergens in het buitenland. Ja. En dan zitten daar ook nog mogelijk 4, 5 jaar. Hè. Mm-hmm. Maar ja, inderdaad, dan hadden we nog veel minder snel in de eerste ploeg geraakt. Dus dat is de keuze, lijkt me. En ik snap niet waarom dat zo lang moet duren. Maar bon, het zal mij lijn. Had je nog iets van actualiteit? Ja, nog een paar dingen. Er is een jeugdspeler van Gent, Preben Blondeel, 15 jaar, die zijn profcontract heeft getekend. Ja, voilà, dat is ook wel iets zot, jongen. 15 jaar. Dat is een kind, hè. Het gebeurt tegenwoordig meer en meer, ja, maar zeker. Toch. Ja. Zeker de laatste pak 2 jaar bij Gent toch veel jonge spelertjes die al een profcontract hebben gekregen. Ja, ik weet niet, ik denk dat er niemand hem al heeft bezig gezien. Nee, maar dus momenteel is het trouwens aan het revalideren van een scheenbeenbreuk. Maar ik lees op de site van Aar. Dat is ook zoiets wat Gent veel doet. Mensen contracten even niet geblesseerd zijn. Ja, ik moet zijn benen breken. Dan gelijk naar die. Maar we zijn al zoveel vertrouwen in hem, zeker. Wat is zijn positie? Geen zond er niet bij. Speler. Polyvalent. Zo echt zo'n mini-artikel kunnen op de site van Gent zelf. Maar ze doen dat wel nog vaak, vind ik, de laatste 2 jaar, dat ze dat dan, daar wel de nadruk op leggen in de communicatie en zo van... Ja. Die jonge spelers, we geven die contracten. En ik vind dat wel een goede evolutie ook. Ja, op zich wel. Ja, op zich, de jeugdwerking van Gent is echt wel een stap. Ze zetten er steeds meer op in. Ja. En het werpt al zijn vruchten af. Ja, en hij ziet ze kampioen worden in de jeugdreeks en zo. Dus. Ja, elk jaar. Al 3e jaar op rij dat hij al jeugdploeg kampioen wordt. Ja, inderdaad. Ik wil ook zeggen, we komen van zo ver bij de jeugd. Denk ik pak 10 jaar geleden. Ja, ja, ja. Dat structureel gewoon veel beter is met Gent qua jeugdopleiding. Moet de laatste 2 jaar of zo maar kijken. Of 2 jaar, 3 jaar. Heb je Samoise, die is er nog altijd. Ja. En dan heb je Salah, die wij maar een half jaar hebben gezien. Fofana. Fofana. En nu het Lagaal, de Vlieger, waar is hij? De Vlieger vraagt mij ook af. Die kreeg kansen in het begin van dit kalenderjaar, maar dan nu weer zo. Gent zie ik. Ja, ik denk het. Maar toch goed om te zien van dat ze er een paar oppakken en bijnemen, dat dat zo wat fluïde verloopt. Ja. En Lagaai ook goed bezig bij het kerken van wat ik hoor. Mm-hmm. Weet iemand waar, hoe noemt hem, bij zijn naam al kwijt, niet Achbor, maar een ander. Die we gekocht hebben, centraal van Duinkerk. Van Duinkerk, ja. Ah ja, Gambor inderdaad. Ja. Ja. Heeft iemand die gezien of moet ik missing posters bij hen op? Ja, de laatste denk ik. Ik weet het ook echt niet. Where is that guy? Ik weet het zelfs niet. Ik ben echt lichtelijk zeker dat dat een passment was voor Laga. Misschien. Dat wij zoiets hadden van... Dat hij misschien heel wat ervaring kon doen in de jeugd. Dat hij zeker kon spelen ook, Laga. Anders was de Jong Gent en dat is derde klasse België. En Duinkerke is dan tweede klasse Frankrijk. Dat is toch wel al... serieuze level hoger. En dan zo, kom, we gaan dat verdediger wegpakken, dat hij zeker zijn wat ervaring kan opdoen. Schrappig, want ze hebben nu van hun verdedigers gekocht en dan de andere komt dan terug. Maar is dat gekocht of gehuurd, Gambor? Gambor hebben gekocht, ja, maar zij hebben Lagaai gehuurd. Ja, ja. Dus ook zo hier een beetje geld en dan Lagaai speelt, alsjeblieft. Maar dat is toch ook raar, het speelt wel met mensen. Hè. Ja. Allee, ik weet het, maar dat is echt een rare, dat is een rare transfer ook, vind ik gewoon. Als dat echt de bedoeling was op voorhand, dan vind ik dat wel... Ik heb gewoon een raar gevoel bij. Maar Gambor zelf is ook nog vrij jong. Ja, ja. Is ook nog 20 of zo. Ze kan wel talen, denk ik. Maar ja, maar die zat de eerste... Dit kalender zat hij wel altijd in de selectie. En nu is hij zo wat... Toen dan zal hij bij Jong Gent spelen, zeker? Maar ik denk dat ze daar gezegd hebben dat ze hem niet meer konden inschrijven of zoiets. Ah, op die manier. Dat er geen genoeg plaats is. Ja, juist niet genoeg slots heen. Ja, ja, ja. Dat is echt iets raar aan de hang met die guy. Ja. Maar ik zie het nog gebeuren. Terug een straight swap van de zomer. Ja. Dat is dat wij gewoon Lagat terugkrijgen en wij verkopen terug. Met winst. Dan... voor meer geld. Stel je voor. Wat vind je trouwens? Stel, Lagat komt terug. Wilt je dan Mokio in de selectie of wilt je dan Lagat in de selectie? Want de Lagat is volgens mij ook een linksbenige centraal. Ja, jullie hebben het hier al over gehad, denk ik, een beetje. Mokio, Lagat, of niet? Het was al gewoon een idee. Ja, ik weet niet, spijt het nu maar op. Maar... Ja, maar ja... Ik zou ze allebei wel kans durven geven als in de selectie doen. Mm-hmm. Ja. Lagai heeft sowieso al meer speelminuten, denk ik. Zat je vaak in de basis? Ja, altijd eigenlijk. Ja, ik zou er toch wel op banken. Allee, ik zou hem toch wel graag echt in de selectie willen volgend jaar. Lagai. Ja, ik weet. Maar weet nooit, misschien gaan er ook verdedigers weg. Ja, jawel, het zal moeten wel. We hebben er nu al meer of genoeg. Een stuk of 8 weggaan. Wat dan? Wat dan?
Ja, misschien kan misschien wel. Kan dus ook. Dat zou niet erg zijn, hè? Of toen een Arica zelfs. Ja, die verdediger kan allemaal wel weggaan. Ik denk dat ja, dat kan allemaal, hè. De grootste kanshebber is volgens mij Toren Arica. Ik denk ook dat hij nog 1 jaar contract heeft. Ik weet niet zeker. En dat is ook wel zo een punt waarop dat spelers en makelaars en ploeg bij te kijken van... willen we hem een contractverlenging geven? Oftewel, kunnen we hem nu nog verkopen voor geld? En ik denk dat Fabrizio Gantuazo gezegd had dat... dat hij weg mocht van de dat hij weg mocht van de winter. Of dat hij daar ook al ten mogelijk weg kon. Mm-hmm. Ja. Als we er wel geld voor kregen. Dat zou wel spijtig zijn. Dat is wel dat... ook een van de sfeermakers, denk ik. Ik denk dat ook. Ja, met Nurio. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat er daar ook nog wel geshuffeld gaat worden. Want je hebt nu ook Mitrovic natuurlijk weer een contract geven. Dus volgend jaar kun je er ook niet vanaf. Ja, dat is ook waar. Ik vind dat toch een beetje een rare zet ook. Ja. Allee, ik weet niet. Dat was mijn dilemma een paar episodes geleden, maar dat ik de slechtste transfer. Ik vond hoe dat we centraal van achter hebben ingekocht, vind ik het raarste van al. Want ja, precies, was dat, een beetje paniekerig. Hè? Ja, het was dat wat je nodig had eigenlijk in de winter, omdat er veel weggingen. En liefst ook misschien oftewel tijdelijk, oftewel zeker voor in het begin van de transferperiode. En dan hebben we denk ik vooral alles gecashed op Matte Smets. Heeft hij ons keihard aan het lijntje gehouden. En op deadline day hebben we 1 keer 2 verdedigers gekocht als het niet meer nodig was. Ja, voilà. Ja. Goeie samenvatting. Ja. Anyway. Ja. Had er nog iets? Of gaan we naar het onbepaalde? 2 kleine dingetjes. Okay. Er is eigenlijk al een zomertransfer. Mathis Volkaert, 21 jaar, van Racing Gent. Ah ja. Juist, ja. Ah, ja. Die gaat van de aardsrivaal. Aardsrivaal. De ratjes. Maar ik weet niet. Ik denk Racing Gent. Ja, eigenlijk, waar zijn die? Ja, maar dat is toch de Gentse ratten zijn dan? Ja, dat klopt. Of nee, moet eigenlijk echt de ratjes zijn, volgens mij. Want je hebt de Kielse ratten van Beerschot en dan de ratjes. Maar nee, nooit een match van zien. Nee. Maar dat is inderdaad een goede opmerking. Ik heb nog nooit iemand in Gent ontmoet die zei ik ben Racing in Gent van. Maar ik weet, mijn moeders oom was een Racing Gent van. Helemaal terug. Wauw, toch 1? Oké, nice. En die ging altijd naar de Racing. Dus ja, oké. Dat is het enige dat ik me herinner van zo'n fan van Racing Gent. Dat is een hoogstakker, hè? Toch? Nog altijd. Ik weet het niet. Ik denk dat zo... Want ze waren even Gent zien hebben, denk ik ook. Maar dan zijn ze terug. Ik weet niet, het was iets aan de hand met Racing Gent een jaar geleden of zo. Dat is nog iets anders dan Gent zien hebben. Nee, dat is hetzelfde toch? Hetzelfde, maar ze waren even Gent, ze hebben gefuseerd met een ploeg. Ze waren even Gent zien hebben, hebben gewoon terug Racing Gent genoemd. We hebben niet een eigen trainingscomplex en veld. Ik denk dat dan het probleem... Midden in de haven of wat? Ja. Ik ga het hier opzoeken. Naast Volvo. Ja. Naast Volvo. Er is ook nog FC Dampbuurten. Ja. KVV Sint-Nijs. Even voor reclame maken. Ja. Goed. Over die speler kan ik ook niks zeggen eigenlijk. Maar ook een jeugd die gaat bij Jong Gent spelen. Ja. Toch 21, zei je. Ja. Maar wel al 4 jaar daar gespeeld of zo. Hè. En vaste waarde. Ja, ik had wel een beetje overlezen. Dus ik denk dat hij zelf Kapi was. Don't shoot me. Maar ik zou niet weten. Het was wel een van de betere spelers. Het lijkt me wel altijd leuk als je zo in de regio kunt pakken. Ik vind dat wel toffe transfers eigenlijk. Maar het is sowieso wel samenwerking tussen Racing en Ajax. Ja. Satellietclub. Ja, eigenlijk wel. Voetbalmanager is dat toch zo. Nee, maar het is ook zo, elk jaar in de zomer zo een match tussen A-Gent en Racing Gent. Voor zo'n trofee, zo kun je dat die trofee noemt. Mm-hmm. Dat is zo de Gentse derby, zo gezegd. Maar dat is meer zo'n oefenmatchje. Zo. Ze doen echt een tour, hè. Voor hun seizoensbegin. Dan gaan ze gaan shotten. Een tour van Gent, ze gaan shotten in Middelbeek, tegen Gent, tegen Standaard Wetteren. Klopt. De Pinte en zo. Ja, effectief. Wandelgem. Ja, daarmee dat ik het leuk vind, omdat dat ook weer zo een beetje die sociale verankering en toch met de buurt is. Dus het zijn dan mensen die dan wel echt gaan kijken naar Sint-Nijs, Middelbeek. Ah, het komt spelen ook al, krijgen ze nog 12 op onder doos. Maar dat is zo'n keer, een oefenmuisje zo. De fantour. Ja, voilà. Dan hebben we nog 1 nieuwsfeitje. Misschien nog wel het beste nieuws van allemaal. Nardi heeft 90 minuten gespeeld voor de beloften. 0-3 gewonnen tegen, ik weet niet wat het was. Oh, clean sheet ook. Ja. Dat is mooi nieuws. Vijf maanden na zijn horrorblessure. Dat zo snel is gegaan. Ja, want ze hadden gezegd 8 tot 12 maanden of zoiets. Mm-hmm. En nu na 5 maanden zat hij al 9 minuten in de goal. Dus ik denk dat hij echt zot goed heeft gewerkt. Ja. Zo, ik wacht echt op het moment dat hij zijn terugkeer maakt in de eerste ploeg. Top mentaliteit gewoon, die gast. Ja, sowieso.
Het zou wel lekker zijn, zo'n laatste thuismatch, dat toch nog een keer Lulu laat spelen, toch nog een keer Nardi laat spelen. Ja. Dat zou wel nog nice zijn. Maar eerlijk, als hij al 90 minuten heeft gedaan bij Jong Gent, kan hij toch gewoon starten zondag of zaterdag, denk ik? Of ja, niet? Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Met een keeper is dat toch niet echt gelijk bij een veldspeler? Ja, het is niet hetzelfde als matchritme. Ja. Denk misschien dat ze niet te veel willen riskeren met hem. Ja, zeker wel niet te veel belasten en zo. Mm-hmm. Denk nu een keer een match van 90 minuten, kijken wat daar gaat en zo. Ja, ik zie hem alles in zijn play-off 2 wel nog spelen. Nou, ja. Misschien zo die laatste match. Op het einde daar. Ik hoop het wel. Een wissel in de 70ste minuut. Roefo naar die. Ja, voilà. Ik zat wel, lachen vinden eigenlijk. Roefo naar die, oké, 3 goals tegen. Nee. En dan die barragematch is nog later, dus misschien gaat hij nog met een dilemma zitten. We zijn nog niet zeker, hè. Ja, maar jongen. Ja. Nee, maar het zou wel echt mooi zijn dat hij zo toch nog dit seizoen zo misschien de allerlaatste match of zo kan beginnen. Of misschien zelf maar invallen of zo. Maar toch nog zo die terugkeer kan maken. Ja, echt dat hij het niveau haalt van voor zijn blessure. Dat zou zo fantastisch zijn. Ja. Inderdaad. Zou je hem dan ook als eerste keeper opstellen? Denk 12. Ze zijn niveau terughaald, ja. Ik weet niet, ik vind het is jammer, want ik vond Roef heel goed. En hij heeft zo die kleine klik gemaakt. Ik denk, tot die goal tegen Van Westerlo, waar dat hij in de misting gaat, heeft hij zo echt een paar matchen geen fouten gemaakt. Dat was echt heel goed. Dus ik wil zo, die Roef wil ik zo wel basiskeeper maken. Maar ben al in Roef. Ja, ik weet het. Hij zijn Roef van, hè. Ja. Maar ik vind ook, kijk naar de match dat hij dan... Ik vind ook wel, die Schmidt werd wel een beetje voor de leeuwen gesmeten. We zaten echt in een kutperiode. Mm-hmm. En dan ineens keeper veranderen. Ja. Toch misschien een keer naar Hein kijken. Want ik had dat niet gedaan. Ik had misschien hem wat ingeëased als je dan toch wou. En Roef toch die eerste match wil laten spelen. En dan misschien een keer Schmidt gebracht, maar het is omgekeerd. En ik vond het wel super opmerkelijk dat we in die slechte flow zaten. En dan ineens zet hij Roef in de goal. Denk dat, ik weet niet of het na die match op standaard was, of nog een match tussen was. En het was, we hebben 2 keer de 0 gehouden en niet verloren of zo. Ja, dus zelf allee. Was ook wel gebaseerd. Ja, het zou goed kunnen, even. Maar ja, dat is ook wel waar. Maar ik vind gewoon, het verschil is wel merkbaar. Ja, dat zeker. Ik denk echt waar dat je onderschat dat een verdediging ook met een andere keeper speelt. Mm-hmm. En als Roef, we zitten daar al zo lang, weet u dat hij met zijn verdedigers moet communiceren. En je ziet dat niet altijd goed. En veel mensen zien, ah, Butterfingers, Roef, dat hij wel... Kun ik wel een mooie zeepert-compilatie maken van Roef. Maar ik denk dat dat echt niet onbelangrijk is. Die jongen zegt niet veel, maar ik zie hem ook wel vaak. Je moet er een keer op letten. Als er een bal van het middenveld naar de flank gaat, is hij vaak in zijn verdediging aan het wijzen. En te communiceren. Ja, en dat, het gaat wel beter, denk ik. En dan moet je ook nog een keer rekenen. Schmidt, welke taal spreekt hij? Engels. Ik kan wel perfect Engels. Okay. Hij is half Amerikaan. Maar dan nog. Ja, nieuwe team. Allee. Een Japanner die Daniel Schmidt noemt, zou wel bezig. Ja, maar ik heb een keer een interview met hem gezien in het begin dat hij er was en kan echt perfect Engels. Ja, dat is een half Amerikaan, hij dat inmiddels heeft. Ja, ik denk dat hij dat niet mocht onderschatten. En ik wil eigenlijk ook niet te veel flex naar Schmidt. Ik vind dat niet een zotte doelman, maar ik denk dat hij daar ook gewoon echt wel zo... Hier, doe maar. We zijn hier nu. Ja, dat was maar een beetje. Dat is allemaal wel in paniek van onze basiskeeper geblesseerd. Roef is ook niet meer fit. Ja, we hebben niemand nodig. Snel een keeper kopen. Misschien moet je in play of 2 echt zo gewoon een elf met Roef spelen, een elf met Schmidt en een elf met Nardi. Drie helften. Maar ja, nee, gewoon zo. Match per match. Is Nardi een derde helft? Ja, nee. Ik vond dat ook een paniekaankoop. Vond ik eigenlijk. Ik heb dat toen ook gezegd. Ja. Oh nee, ik ben niet volledig mee akkoord. Ik had liever gewoon een jeugdkeeper als derde keeper had. Voor die 5 matchen. Paniek wel van, we hebben een keeper nodig, maar ik denk wel zo de juiste keuze genomen als keeper dan. Van Vanin. Nee. Allemaal van hetzelfde niveau en niks zots. Hmm. Ja, die andere was ook nog in de race eerst. Hè. Zo die jonge gast, die IJslander. Ja, dat is waar. In again, ik denk dat Gent leek dan vaak te duur, denk ik. Een target tot nu toe, volgens de... Misschien ben ik fout, maar dat is vaak een target A. Dat is er geen maar nooit een plan B. En dan is het altijd... Vrije speler, Mitrovic, die ken ik nog van toen. Toch zijn toch zo van die kopjes. En die is een kebab, ja, Mitrovic, zei hij, vreemdmaat. Stefan, kom rat. Maar het zijn deze valt uit. Zo van, hij gaat hier zo naar zijn contact. Onze Stefan. Hey, hoe is het om terug naar hem te komen, maat? Volgens mij zijn er ook neig voor spelers dat zo... Telefoon gaan zo, heen. Oh my god. Laat maar zitten. Ook even hoeveel spelers je zonder. Hein, oh! Hein is big man. Ja. De legend, die dat zei. Zijn op. Oké, dan gaan we naar de unpopular opinion. Ja. Ik ga hem even erbij nemen. Want, ja,
ik ga hem voorlezen. Het was iemand van de Discord. Join the Discord, by the way. Join the Discord. Die het had gezegd. En die zei... Op Twitter. Dat, op Twitter inderdaad ook. Tissou Dali hoort meer krediet te krijgen. Ik erger mij ook vaak aan hem. Maar de manier waarop supporters op hem bashen in de tribunes is buiten proportie. Hij zou het wel kunnen oplossen door anderen wat meer kansen te geven. Door, zoals Surdé en Sonko, de Poitre, zei hij ook, en Sonko, ja. Goh, denk voor iemand van zijn reputatie, zeg maar. Want, weet je, hij heeft wel de reputatie van een goede spits te zijn. Plus zijn dik contract, vind ik dat hij wel iets meer mag brengen of zo. Weet je, hij heeft wel zijn cijfers, hij scoort wel weer. Tegen Westerlo scoort hij ook weer. Maar ik weet niet, ja, hij wringt ook gewoon veel kansen in de nek om. Dat is gewoon een feit, denk ik. Ja. En dan denk ik dat mensen wel zeggen van, hij verdient zoveel en hij was ooit wel zo goed bij ons. Mm-hmm. En nu heeft hij dat toch niet meer. Ja, dan kun je ook wel verwachten dat mensen ook niet meer die, weet je al, en niet meer de ster van het elftal willen noemen of zo. Ja, dat is ze eigenlijk ook niet meer. Hè. Ja, nee. En seizoen 21, 22 denk ik, dat echt zo zijn zotseizoen was. Ja. Dat we de beker ook winnen. Mm-hmm. Dan, dan was hij echt de sterspeler. Ja. Gewoon net voor zijn blessure, man. Ja. Dat hij op die bal staat. Ja, inderdaad. Maar dan wordt hij geblesseerd, weet dat kost hij eigenlijk weggaan. Maar dan weet dat met die blessures dan niet gebeurt en hij wel een dik contract te krijgen. Met de gedachte van, hij gaat hier blijven, hij gaat hier blijven, goed spelen. En weet je, ja, is hij slecht? Nee, tuurlijk niet. Maar ik weet niet, je kunt wel iets meer verwachten ofzo. Dat hij toch iets meer stabiliteit in de ploeg behoudt ofzo. Ja, maar zo die pure 1-op-1 dribbelkwaliteit heeft hij eigenlijk verloren. Ja. Goh, het was zo'n momentje tegen Westerlo dat je denkt van, oh, wow, hij is er terug. Maar dan toch weer choken die 16. Ik weet niet, ja. Ik ben het eigenlijk wel, ik ben slecht denk ik om nu op deze te zitten, maar ik ben het eigenlijk bijna volledig eens met de popular opinion. Ja. Natuurlijk, dat je wel te veel op dat slecht krijgt. Ja, het is, allee, je kunt daarin overdrijven natuurlijk. De context was toen anders. Je kunt kritiek op hem geven, maar... Mm-hmm. Moet je ook niet zitten uitfluiten in de tribune, dat vind ik ook dan weer overdreven. Nee, en ook mensen vergeten inderdaad de waarde van de Poitre, man. Hoeveel spelers dat die in zijn tenure hier bij Gent beter heeft gemaakt, zodat ze naast de Poitre kunnen spelen. Ja, dat gewoon zo'n stormramp bliksemafleider. En dan Tissou heeft sowieso veel meer ruimte, doordat hij mij in een naast hem mag spelen. En nu het laatste halfseizoen heeft hij eigenlijk niemand echt naast hem. Misschien nu Pardo, maar dat is ook meer een steun, vind ik. Ja. En dat is ook een ander type speler. Dus hij profiteert sowieso meer van iemand die groot is, denk ik, die de bal wel kan bijhouden. Want zelf met Kuipers was dat ook ietsje minder, denk ik, Tissou. Dacht hij toen met Orban, of nee, het was zo, begin het seizoen met Orban was hij wel, kon hij wel goed mee samenwerken. Maar Orban gaat weg natuurlijk, is dat weer een andere partner die te moment. Ja, maar toch was het altijd wel beter met Kuipers, toch? Tissou Dali en Kuipers dan Tissou Dali en Orban. Ik vind dat ook. Ja. En ook daardoor moet hij nu ook meer lopen. Plus, daardoor dat hij dan een deel frisheid mankeert om af te werken. Hij is nooit een echte afwerker geweest. Hij is eigenlijk een flankspeler als wij die gehaald hebben. En hij heeft er een steeds spits van gemaakt. Dus ik vind... het is echt een topspeler, sorry dat ik het zeg. Maar hoeveel van die kansen dat hij creëert... En oké, hij mist ze, maar er zijn echt... Noem mij een andere spits dat soort kansen creëert voor zichzelf vaak... Die in die positie komen om dan nog in de box twee man te proberen uitschakelen. Ik ken er geen, sorry. Hij gaat ervoor om een kans te creëren en met een dribbel of zo, of met kappen en doen. Maar ergens loopt het fout en dan is die kans eigenlijk niet echt een kans. Het is zoiets een kans op een kans. Maar gaan jullie niet akkoord met het feit dat die echte pure dribbelkwaliteit dat gelijk zo weg is? Dat hij nu meer zou moeten hebben van zo'n tikjes gelijk op zijn truiden? Ja. Zo onverwachte tikjes, maar echt zo puur dribbels. En Kappen doet eigenlijk ook niet zoveel meer, behalve dan nu op Westerlo, of thuis tegen Westerlo. Ja. Dacht ik weer van, hij is er weer. Ja, het was een beetje gelijk, maar ik denk dat gewoon in de kop is. En dat er dan in dat één jaar, dat er dan gewoon... Het doet hetzelfde, maar het lukt gewoon meer. Mm-hmm. Snap je wat ik wil zeggen? En soms lukt het gewoon niet. Soms, en dat heeft ook nog van de ploeg verkocht van de winter. Het had duidelijk in zijn kop ook, interview naar Standaard. Dus dat het vooral de mentals is. Dat er aan kwaliteit niet veel veranderd is bij Tissou Dali, maar de perceptie is gewoon veranderd. Plus ook, dat interview heeft er bij de fans dan natuurlijk ook niet goed aan gedaan. Zo van die kleine dingetjes dat hij zijn frustratie wel heeft laten merken. Maar ik vind dat eigenlijk wel niet slecht. Dat is gewoon een gast die zijn hart op zijn tong heeft. En hij zegt gewoon waar dat op staat. Hij zit ook op het plein. Ik wil ook gewoon zeggen dat hij het echt wel... het goed op heeft met het team. Ja, dat hij wil winnen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat Tissou niet wil werken.
Ja. Nooit zo de dingen zat dat hij lui is. Of ja, dat zeker niet. Dus daarom vind ik de kritiek, ik ben het ook eens met de unpopular opinion, de kritiek is soms wat te veel. Het is gewoon een probleem. Ik denk ook zijn stats, play-off 2, zijn vrij goed. Ja, hij scoort wel. Ja. Hij scoort, het is wel play-off 2, hè. Moet wel, ja, weet, moet wel bij zijn. Ja, dan mogen we ook allemaal een paar andere het is vooral dingen een beetje degraderen. Ja, het gewoon vooral is, als hij even efficiënt zou zijn als een andere spits, zeg maar, had hij eigenlijk nog betere cijfers kunnen halen. Maar dat is bij veel spitsen sowieso. Ja, kut, ja. Maar ja. Ja, het is goed frustrerend als je kijkt naar die match, zeker naar die kansen die hij gewoon mist. En je denkt, wat... Dat is ook, denk dat, wat er ook niet aan meehaalt, is het feit dat hij, als hij een bal verliest bijvoorbeeld, dat hij dan niet direct achterloopt. Dat hij meer gaat zoeken. Dat is wel waar. Dat snap ik. Dat is de ik denk dat ook heel hard opvalt bij. Dat is wel een reden, vind ik, waardoor dat ze wel, dat ze wel mogen zijn. Maar je mocht kritiek op hebben, maar like, zo, echt zo zitten besten en doen en zo, zitten joelen en uitjouwen, dat vind ik dan ook weer. Maar die attitude inderdaad zal ook wel veel bijdragen aan dat neuten van supporters voor die Soudali. Ik heb al langs ook een keer gezegd, die Soudali is een super frustrerende speler als je niet wint of is scoort. Ja, eigenlijk wel. Zo frustrerend, maar als hij dan zijn goaltje meepikt, dan kunnen dat allemaal wel. Dan kunnen al die missers wel echt makkelijk gewoon. Oké, ja, hij heeft er weer een paar mis, maar hij heeft scoort ook. Maar als we dan niet wint, dan is dat echt. Dan is dat een beetje met Remtjouk in het begin. Ja, ik vond met Remtjouk veel erger. Die had, ja, dat was eigenlijk nog erger. Die had ook zot veel kansen. En in het midden. En hij scoorde. Maar nee, dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar, maar toch. Maar zeker zo die eerste. Hij had meer moeten scoren. Beste seizoen speelde hij op de linkerwing, gast. Dat was met Yves. Dat was zijn beste seizoen. Maar nee, hij heeft ook een zot seizoen gehad met David en de Porter. Onder Toorop en die ruit. Dat was zijn beste. Nee, maar zeker in het begin dat hij bij ons zat, die eerste twee jaar misschien zelf, dat hij zoveel kansen kreeg dat hij er gewoon een paar binnen... Weet je, en scoorde wel zijn paar goals zo. En dan deed hij van zien dat hij wel deftige cijfers, zeg maar. Maar hij had daar zoveel kansen voor nodig. Ja. Dat hij daar ook wel frustratie opwekt. Want je weet, bijvoorbeeld een match die je verliest of gelijk speelt, je denkt, een andere spits met zoveel kansen scoort gewoon meer goals. Het ding is, ik denk altijd bij Jaramchuk aan zo'n ene video van Gent als hij gedaan heeft toen hij weg was, dat hij 50 keer heeft gescoord. En dat is van, eigenlijk, dan moest ik zo even denken, eigenlijk heeft hij veel gescoord. Ja. Maar dan moet ik ook even zeggen, eigenlijk komt hij meer scoren. Hij heeft veel gescoord, maar hij kon het nog zoveel meer maken. Hij heeft 61 goals gemaakt in 151 matchen. En ik denk dat dat de spot 2 is van clubtopschutter aller tijden na Lolo. Ja, inderdaad. Dus ja, hij heeft wel wat potten gemaakt, maar ik heb bij hem nog meer het gevoel van... Hij had er echt 3 keer meer kunnen maken. Bij hem was het altijd vooral de makkelijke maakte hij niet. De tap-ins. En dan ineens 2 man afhouden en dan 1 keer een afstandsschot of zo. Wel, maar dat kwam moet zijn, een zeer annoying spits. Dus om hem in uw ploeg te hebben, zeer groot, fysiek, uit veel verdedigers. Was ook snel, hè? Ja, ja zeker wel. Dus. Het ding is ook met het verschil tussen Tissou en Jaramchuk. Jaramchuk was een pure spits. En Tissou is meer... Zo de flankspits. Converteer naar een echte spits. En dat is misschien ook de reden dat hij nooit echt zo bovenaan in de topschuttersranking staat. Nee. Want dat is uiteindelijk ook wel, denk ik, dat je altijd wel één iemand zo moet hebben in je ploeg die dat kan bereiken. En dat hebben wij eigenlijk niet op dit moment. Ja. Dus ja, dat was Kuipers inderdaad. Ja. Orban ook. Maar ik heb dus het ook al nog gezegd dat Tissou Dali, je ziet ook wel aan zijn manier van spelen, dat is geen zuivere spits. Maar zou je hem dan ook niet gewoon op een andere positie kunnen gebruiken? Ja, ik denk dat wel. Misschien meer naar het middenveld. Hij weegt wel op zijn eigen manier. Ook op een centrale verdediging door. Net zo niet op de fysieke, soms wel de loopacties, maar meer. De spelers weten wel van, ik moet er kort op zitten of ik ga mij dribbelen. Of, snap je? Dus dat houdt ook wel mannen bezig. Zeg. Ik kan wel, maar waar? Tissou Dali zelf wil denk ik wel een spit zijn. Ik denk het ook wel. Ja, dus dat is het probleem. Want ik ga je daar zetten, dan gaat hij daar blij mee zijn. Maar misschien weet hij gewoon niet goed wat het beste is. Ja, kan ook. Ja, 10 zou misschien nog beter zijn voor hem, maar ja, dan zit hij in ons middenveld. Zo naast een spit. Zo. Toch niet in dit systeem. Als ik dan toch een positie voor Tissou, dan zou ik ook aan de kant zetten. Toch? Ja. Ja, maar toch denk snelheid. Ik aan de kant, inderdaad, die snelheid en die zuivere dribbelactie, dat moet het toch wel hebben. Gewoon, hoe dat we het zeggen, in de pocket. Zo niet in de 10, maar dan met 2 hangende achter een grote spits. Ja, dat misschien wel. Maar geen 10 ook, gelijk dat Hongi dat nu speelt. Nee. Ja. Dat kan hij niet voor mij. Ja, dat is waar. Zoveel lopen. Ja, dat klopt. Ik denk ook niet zuiver genoeg om zo in 1-2 tijden te spelen. Ja. Oké, dus dilemma dan, of hoe ver zijn we eigenlijk al? Want ik herinner dat we al lang bezig zijn. We zijn nu 1 uur en 17 beet, maar
Dus nog een paar minuten dat eraf kwam. Ja, oké. Dan ga ik eerst nog het dilemma erbij pakken. Ah ja, dat was die coaches. Dus Heijn gaat waarschijnlijk weg. En dat was een dilemma. Franken of Hazi? Maar we kunnen eigenlijk ook wel nog naar andere trainers bijpakken. Als in Muslic, Fink van Sint-Truiden. Ja, ja, maar vaak genoeg gedaan, denk ik, op de podcast. Maar ja, dat klopt misschien wel. Ik heb dat gevraagd, maar jullie zijn daar nog niet echt over had gehad. Maar blijkbaar wel. Maar het is zo, maar het is nooit een subject zelf geweest, denk ik, ja, wel. Maar we hebben wel zo voldoende gesproken. Ja, als Cedric er was, werd er wel al vaak... Oké, maar dan heb ik nog iets anders. Wat Niels zei, en die zei, het was eerder wel algemeen, en die zei van ja, zou het niet beter gaan voor een trainer die helemaal onbekend is, zoals dat Toerop was toen hij kwam bij ons? Ja. Of zouden we eerder voor een echt bekende naam gaan in België, zoals die dag zei? Een onbekende, maar een goed cv dan, al liefst. Ik weet niet. Of ik kan ook gewoon kijken naar zijn manier van spelen bij een minder ploeg. Ik weet het niet, Dan is het wel om te bouwen ook, denk ik. Ja. Ik hou wel van het idee, maar het is altijd een beetje een gok. Ja, ja. Ik weet niet. Ja. Ik wil, maar ik denk ook zo, het is frustrerend, want mensen zeggen zo van, ik wil een onbekende, of ik wil zo een Fink of een Muslic. En het is zo van, of een Hazi, maar goed. Echt een koude rillingen van. Hazi ben ik echt merk materiaal gewoon. Ja, maar dan denk ik zo van, als het zo is om zo te willen meedoen aan de top en kampioen te willen spelen, mogen wij ook zo iets hoger vragen dan zulke coaches, denk ik wel. Om zo misschien zo echt nog zo prestige, niet per se, maar wel zo een coach die zo iets bewezen heeft. Bob Peters. dan weet je dat. wel, dus want ik kan wel zo, bijvoorbeeld, ben voor Fink, maar het is ook nog altijd een risico. Als het echt is om te winnen en te spelen, dan wil ik wel zo een goede coach die bewezen is. Ja. Je hebt ook mensen zelfs, supporters, ik heb dat al gezien op Twitter en zo, die zeggen van, ik speel liever vijfde plek met iemand die mooi voetbal speelt dan tweede plek met iemand die resultaatvoetbal speelt. Ja. Gelukkig wel een keer een jaar geen Europees spelen. En altijd zo, ik heb daarnet ook al gezegd, altijd die in de play-off 2 proberen winnen en dan nog 10 matchen extra uw voorronde starten in augustus en dan heen gewijs neuten van we hebben zoveel matchen, we hebben zo'n kleine kern. Dan heb ik liever een keer dat we een keer geen Europees spelen en dan een coach hebben gelijk een Fink toch? Of misschien dan toch iemand onbekend, maar ik vind Fink leuk omdat je weet dat die jeugdspelers gaan gebruiken. Dus dan heb je ook al die jonge gasten geïnvesteerd. Dus een coach die goed kan werken met jonge spelers is misschien wel de hoogste reden. En weet je dat zeker, Doe, dat hij jonge spelers gaat gebruiken? Want hij doet dat nu misschien wel bij Sint-Truiden, omdat hij weet van hij heeft weinig te verliezen of zo. Wow. Bij Gent meer, ook denk ik, bij een topclub. Hij heeft weinig te verliezen omdat hij zelf goed presteert, denk ik wel. Ja, met die jonge spelers, akkoord. Maar ik denk dat ook wel bij veel trainers een ander verhaal is, of een ander gevoel is, meer druk gewoon. En dan ga je misschien al meer voor zekere opties gaan, als er meer druk is. Ja. Dan voor zo gokken met jongere spelers. Ja, je weet wel dat hij goed kan werken met jonge spelers. Dus ja, dat klopt wel, winst. En bijvoorbeeld, het wel andere spelers, ik denk dat dat wel nog redelijk eigen is. Hij is eigenlijk ook best goed met jonge spelers, ondanks dat mensen dat misschien niet denken. Ja. Of hij heeft er ook wel al veel gebracht, zijn ook in andere ploegen. En hij bragt er ook wel een beetje over, hè? Over de jongens die hij gebracht heeft. Dat durft hij wel, Op persconferenties nog altijd van, ik heb Doku gebracht. Je bent daar niet meer, Heijn. Ja. Dus maar wat zouden jullie dan doen? Ik zou Muslic en Hazi in een kooi steken en die laten vechten tot de dood. En degene die wint, die pakken, weet je? Ik zou Hazi niet pakken. Ik zou zelfs niet willen over nadenken, eerlijk gezegd. Nee, als het persoonlijk vind ik Fink wel een leuke keuze. Ook positief voetbal, ook naast de hele jeugd, dingen die hij brengt. Een onbekende buitenlandse, misschien wel, maar dan is het... Ja, dat kunnen we daar niet over discussiëren. Dat ken ik nog niet. Ja. Het zijn wel mensen die Toerop zouden terughalen ook. Ja, maar je doet het terug. Dat is weer zo terughalen. Nee, je moet ze echt rebuilden wel. Ja. Dan heb je wel ergens een punt dat we misschien toch ook een keer inderdaad gewoon iets onbekend moeten pakken. Om gewoon, we hebben een aantal nieuwe spelers gewoon om die revamp in te zetten. Hetzelfde met Barreau. Liefst vooral in een sportieve cel, alsjeblieft. Dat we dat allemaal een keer vernieuwen en dat past daar wel bij. Ja, om gewoon ook iets nieuws te pakken en ook misschien zeggen van, kijk, het 3 jaar of zoiets en die wat tijd geven.
Dat klinkt wel tof, maar van de coaches die al genoemd zijn, hij had het dilemma gezegd, als ik dan mag kiezen tussen de Hazi en Franken, is de keuze ook al heel snel gemaakt. Ja. Ja. Franken is ook wel een beetje een eikel op een manier. Ja, maar, ik heb dat soms ook wel gevoeld. Maar dat is gewoon een winnaar. Dat is gewoon een winnaar. Ik heb hem nog zien spelen voor Gent, dus... Ja, ik vind dat wel een goede type. En hij weet ook wat hij brengt. Hij weet ook aanvallend voetbal met flanken. Dat is wel waar. Dus, wel iets wat we kunnen gebruiken met de spelers die we gekocht hebben. Dus easy choice daar. Easy maar... choice. Tussen Hazi en Franke is het Franke. Ik weet niet. Als ik Franke zelf moet denken, soms is hij wel wisselvallig, denk ik wel, in de resultaten die hij brengt bij Genk. Niet dat slecht is, maar soms dat er wel zo zegt van... Oeh. Hij heeft nu wel iets gedaan, maar het is gewoon niet realistisch dat hij komt alleszins. Maar... heeft nu wel inderdaad ook zo'n midseason play-off zo een keer met 3 van achter hun speel. Ik was niet gepest van de Franken. Maar het is wel tactisch. Een goede zet geweest. Hè? Het is dan echt wel nodig. Zeker, maar dat ik niet gedacht van hem. Ik denk dat hij vooral ook motivationeel, dat hij heel goed kan met spelers werken. Hij heeft wel vaak zijn van systeemspelers weten er taken. We spelen aanvallend voetbal. We proberen er ene meer te maken dan de andere, wat altijd wel een win is. Maar nu heeft hij inderdaad een keer geschakeld. Dat is een facet die ik niet wist dat hij kost. Ja, want zeker voor rechtsachter, Munoz was er weg. En dan hadden ze eigenlijk alleen maar Elouadi, die veel meer aanvallend ingesteld is. Dus zijn dan hem gebruikt als wingback. Van de eerste matchen dat hij gebracht was tegen ons, denk ik, thuis. Ja, zou kunnen, ja. En ik had die in spelen en ik dacht ook direct van, wow. Ja, dat was de gast van RWDM, die is al gehaald dan van de zomer. Dus ze waren toen net gestegen. Wel een goede transfer eigenlijk, zo mooi. Ja. Goeie speler. En dan kan jij mee op links, die ook aanvallend heel goed is. Nee, maar dat is, dat is een sukkel. Van waar de haat op kan je hem? Dat hij een pas gegeven heeft naar Metzen. Van Genk kan ik het iets meer begrijpen, maar oké. Okay. Oh, top. Gaan stoppen over de salamremise. KV Mechelen, Prono. Ja. Denken of willen we eerst nog iets zeggen over Mechelen? Het is ook weer een belangrijke match. We staan nu 6 punten voor. Het is een matchpoint, hè? Mechelen heeft 33 punten, Gent heeft 39 punten. Ja. Gent is ook wat beter bezig nu. 4 keer gewonnen, 1 keer verloren in de laatste 5 matchen. Beter resultaat, beter bezig. Ja, voilà. Ja. Mechelen heeft 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk en 2 keer verloren. Ja. Dus normaal gezien zouden we kunnen winnen. Maar we hebben het daar wel vaak moeilijk, hè, ja. Mechelen. Het is heel grappig, vind ik, want zo'n ploeg thuis, als ik thuis speel tegen Mechelen en kan gaan kijken, is dat zo'n match. Oh, ben 80% zeker dat we die gaan winnen. We winnen die thuis heel vaak. En dat is ook altijd, het zijn altijd goede matchen, ook op verplaatsing. En op verplaatsing is het dan het omgekeerde. Ja. Dus kan ik me ook aan twijfelen. Ik herinner me de match met Hanke Olsen, was het zeker, die daar in het zak werd gezet door Storm. Ik was ook aan het pijzen. Storm heeft al een paar keer al een loer gedraaid. Inderdaad. Maar dit is iets minder, toch? Ja, klopt. Hij speelt minder. Hij is wel vet, hoor. Op zo'n vastscoren, een keer kijken. Gekeken naar de drie beste, de drie spelers met de hoogste score, zeg maar, zijn Hermans, Schoofs en momenteel ook Toelen. Ja. Dat is omdat hij een paar matchen heeft gespeeld. Yannick. Ja, dus, inderdaad. Maar Schoofs, dat is echt een topspeler. Ja. Ik ben gaan kijken tegen Westerlo. Ja, terughalen. Maar. Nee, we hebben al te veel van dat type nu. Ik weet wel. Ik kijk bijna nooit een match van Westerlo, maar ik heb... dat hij niet is goed kunnen zijn bij ons. Ja, klopt. Maar ik ben zo een keer gaan kijken naar Mechelen-Westerlo, dat daar die rare rode kaart valt ook. Maar Schoofs was echt gewoon zo goed. Allee, die ziet alles en die kan het ook gewoon perfect uitvoeren. 1 tijd, 2 tijd. Ook gewoon als hij scoort. Dat is ook dikwijls van redelijk... Dat ook, even afstandsschot. Een beetje type de Sarre. Ja. Iets dynamischer wel. Maar het is dan zo'n linksvoet, dus dan heeft nog zo iets meer cachet of zo. Dat is nog iets. Minder voorspelbaar. Ja, nog iets creatiever. Ja, want je weet, een verdediger staat nu Watanabe. Die is waarschijnlijk wel gewoon van rechtsvoetige voor hem. En weet wel, een rechtsvoetige zal waarschijnlijk wel naar hier of naar, ik weet zelf niet, naar links of naar rechts gaan. Terwijl een linksvoetige, weet wel, die is sowieso al, weet wel, een andere beweging, zeg maar. Maar die heeft ook wel getraind, weet wel, met rechtsvoetige. Dus linksvoetige is vaak moeilijker om te voorspellen. Ja, en ook te verdedigen. Want die kunnen het vaak alle twee. Ja. Inderdaad, linksvoeten hebben meestal ook een betere zwakke voet rechts dan, dan omgekeerd. Ja. Ik denk wel dat hij dan niet kan, die stap hoger. Allee, dat is misschien cru om te zeggen, maar ik denk dat dat een speler is die op dat level, gelijk dat hij nu is bij Mechelen, dat hij echt, hij moet niet de kaapje zijn, maar hij moet wel belangrijk zijn.
En de ploeg moet een beetje rond hem gebouwd zijn. En dat was bij Sint-Truiden aanvankelijk ook zo. Mm-hmm. Heeft hij die stap hoger geprobeerd. Misschien heeft hij bij Gent wel iets te weinig tijd gekregen, vind ik. Maar daar was hij niet de pion, snapte. Ja. En dan ging het eigenlijk moeilijker. En met Mechelen is hij weer de man. Dus ik denk als hij die een stap zet, dat hij het weer last gaat krijgen. Maar hij werd inderdaad op jonge leeftijd zo gehaald als vervanger van Kums, die toen net weg was. Naar Udinese zeker? Yes. Ja. Of Watford. Of, maar het was Watford en dan nee, uitgebreid aan Udinese. Ja, ja, inderdaad. Maar misschien zou dit nu wel aan kunnen met de ervaring die hij heeft. Maar als je hem haalt, moet je hem halen om hem te spelen. Moet je wel te heen? Ja, ja, Kums ja, blijft nu nog 1 jaar. Mm-hmm. Dat is misschien moeilijk. Wel een goede vervanger. Zo. Moest de Saar weggaan, hij heeft niet verlengd. Dan zou ik, dat is wel een profiel dat ik zou overwegen dan. Mm-hmm. Ja, maar nu wel. Niet meer. Maar dat hangt er vanaf van hoe dat ons middenveldsituatie gaat. Ja, ook als we met 3 of met 2 op middenveld spelen. Mm-hmm. Dat is ook wel echt een groot verschil, vind ik. Want hij speelt... Mechelen speelt nu ook 3-5-2, hè, met Hazi? Dat weet ik niet. Ik dacht dat het gewoon 4-3-3 was. Toch, man, die Follon speelde toch op hoog op de wingback? Anyway. Ik dacht dat Follon gewoon linksback was, dat hij gewoon veel meegaat. Maar ik gewoon dat hij ik beter ben speelt, zeker, kan niet, schoof ze een 3-mans middenveld. Dat is mijn punt. Maar, anyhow. Ja. Pronostiek. Gentel, hij begint. Ik ga zeggen 1-2. Goals van... Ja, een Gandelman zeker. Hey. Kun je niet anders, hè. Ja. Dat is gewoon safe, weet je wel. Gandelman... Zot dat we dat al safe noemen. Ja. Gandelman die scoort. Dat is de middenvelder, dat is de zachte spits, hè. Yeah. Nee, Gandelman en... wie gaat er nog scoren? Goh. Weet je, de Saar of zo. Of zo. Ja. Oké. Okay. Emiel? 0-5, want Hazi is een kutcoach. Nee. Dan zo'n 5-0 van zo'n krijgen. 5 goals van Nourio die weer gaat spelen. Imagine. Nourio en Nordi. Nee. ik zal 1-3 zeggen. Denk, belangrijkste wedstrijd, denk dat de ploeg er gaat staan. Mm. De Saar, die show, Gandelman. Ja. Oké. Okay. 3-4. Oeh, spicy. Ja. En een leuke wedstrijd. Het gaat een zot match zijn. Mechelen gaat er ook nog willen voor gaan om nog net... Om ze toch nog kans te maken. Ja, ja, ja. Zo 3-0 achter aan de rust en dan nog 4 scoren. Dat zou ik wel nieuws zo zijn. We gaan na 4 minuten 0-1 voorkomen en dan toch voor de rust nog 3-1 achter en dan gaan we nog winnen. Right. En de goals. Gandel Geitje sowieso. Ik moet er sowieso bij. Al die bijnamen voor hem. Ja, ik heb er echt 10. Hij is nog altijd niet genoeg. Nee. Ik kom elke week op nog een nieuwe. En dan... Tissoudali. En dan Kums gaat er een keer eentje in leggen, gewoon. Oh, mooi. 4 verschillende goalmakers. En... Ja, pardon. Oh. Voilà. Ik denk... zuivere, simpele 0-1. Met... own goal van Yannick Toulon. Hij zal ons een mooie dienst bewijzen. Een box in de lucht. Ja, inderdaad. Ik wil trouwens ook misschien wedden met iemand dat Koeken volgend jaar naar ons gaat komen. Oeh. Want we gaan hem in een keeperskwestie zetten, aflopend contract. Is hij nog geblesseerd of niet? Roef en of Nardi. Het is geblesseerd. Ja. Maar bon, als er iemand wil wedden, dan denk dat echt een zeer grote Gent-transfer is. Die heeft zijn contract loopt af. Weer een gratis keepertje te verdienen. Iemand die op de Belgische lijst kan gezet worden. Wat wil je ervoor wedden? 10 euro's, puntje. Let's go. 10 euro's en een puntje. Oké. Oké, daarmee gaan we afsluiten. Ja. Merci Entel, merci Emil, merci Gogo. Okay. En tot de volgende keer. Salukus. Salut. Peace.